Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Chris de Waard. Ik leid het debat vanmiddag. Of eigenlijk een debat wordt het niet meer. We willen een stand van zaken. Nou ja, die is eigenlijk net gepresenteerd over de wijkvisie de afgelopen jaren opgesteld en inmiddels in uitvoering. En we willen natuurlijk vooral van de politici horen wat jullie gaan doen om te waarborgen dat er ook de komende jaren de vaart erin blijft. Want die wijkvisie heeft een lange looptijd, 10 jaar, nog tot 2025. Dus ook bij de volgende verkiezingen hebben we weer een debat. Kunnen we ook weer hierover praten, kijken waar we dan zijn. Maar ik wilde in ieder geval de deelnemers van de partijen vragen om achter de tafel plaats te nemen. En dan kunnen we misschien een heel kort een voorstelrondje eventjes doen. En Portaal, uiteraard. Je hebt bikkerkaarten van Portaal ook. Belangrijke partner in de wijk. Ik heb de ene microfoon, ik loop bij jullie langs, ik hou hem vast. De andere microfoon in de zaal, die is er ook niet voor niets. Dus als er vanuit de zaal straks vragen zijn, dan horen we dat graag. Ik begin eventjes helemaal rechts bij de partijsleutelstad. Hallo, nou, mijn naam is Famke Güler. Ik heb helaas pas het begin van deze middag te horen gekregen dat ik hier aanwezig zou moeten zijn. Degene die hier zou komen, die is ziek. Heel vervelend natuurlijk voor haar, maar voor mij was het ook even lastig, want ik moest me natuurlijk toch proberen om in te lezen. Ik heb daarom ook besloten om wel te komen, omdat ik het vooral heel erg belangrijk vind wat de visie is van jullie allemaal. Daar staan wij ook voor als Partij Sleutelstad. Wij vinden het heel erg belangrijk wat u vindt en uw mening telt. En ik zit hier dus eigenlijk meer om te luisteren wat er gebeurd is de afgelopen jaren, maar zeker ook wat onze rol daarin kan zijn de aankomende jaren. Joost. Ja, mijn naam is Joost Blee, lijsttrekker van het CDA in Leiden. Ik wist al een half jaar dat ik lijsttrekker zou worden. Ja, dus deze stond ook al een tijdje in de agenda, maar je bent daar nog niet minder welkom volgens mij. Dat is weer eens een nieuw gezicht van Partij Sleutelstad, ook leuk om te zien. Lijsttrekkers van het CDA en ik ga actief deelnemen aan deze discussie over de wijkvisie die geldt voor de Zeeheldenbuurt. Ik ben uiteraard ook erg benieuwd wat jullie ervan vinden en wellicht dat we ook nog eens even kunnen terugblikken op zaken die gespeeld hebben hier in de afgelopen 4 jaar en aan wie jullie bijvoorbeeld dat pand op de Zelfsingel te danken hebben. Dus het lijkt me erg interessant om te doen, maar ik laat me ook leiden door de debatleider en ik heb er veel zin in. Marleen Dame. Ja, Marleen Dame. Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Was de afgelopen 4 jaar ook wethouder wijken en in die zin veel hier geweest en nauw betrokken geweest bij het harde werk dat vooral door de bewoners hier is gedaan om die wijkvisie tot uitvoering te brengen. En ja, zoals jullie net zagen, het zijn kleine stapjes, maar we zetten ze wel vooruit. Dus dat is volgens mij een mooie conclusie. En het lijkt me heel goed om met elkaar dadelijk te bediscussiëren hoe we dat ook de komende 4 jaar weer gaan doen met jullie aan zet. Dat vind ik daarbij belangrijk om te blijven zeggen. Lodi. Ja, mijn naam is Lodi van Brussel. Ik ben gemeenteraadslid voor D66. En ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder om hier te mogen zijn. Sinds vorig jaar ook jullie buurtgenoot. Ik woon op het Warmoziershof. Maar 4 jaar geleden was ik hier ook. Toen zat ik rechtsachter in de zaal. En toen vond ik het eigenlijk al bijzonder dat er een wijkvisie was. En hoe dat nu verder gegaan is, ja, daar zijn jullie als buurt eigenlijk het toonbeeld voor de rest van de stad. Dus ik hoop vanavond of vanmiddag vooral ook dat het geen verkiezingsdebat wordt. Maar vooral van hoe we met elkaar als partijen ervoor kunnen zorgen dat die visie ook uitgevoerd gaat worden. Zoals jullie dat ook willen. Nou, dan gaan we naar de volgende wijkbewoner. Niet meer. Ik was tot voor kort wijkbewoner. Ja. Ja. Ik was er 4 jaar geleden, omdat ik heel erg bezig was van duurzaamheid en groen. En ik hoorde in de wijkvisie, dat vinden we ook belangrijk. Ik dacht, toen werd ik erbij betrokken. Het hoofdwerk is echt wel door anderen gedaan, vooral Annemarie en Cor. Maar daarna heb ik wel meegedaan, vooral dus op duurzaamheid en groen. En ja, je ziet het gewoon, je wil heel veel en het gaat altijd veel trager dan je hoopt. Maar dat is, daar leren we van en dan moeten we ook gewoon duidelijk in zijn dat dingen gaan gewoon traag. Het is jammer, maar het gaat hopelijk nu wel mooi gebeuren. Walter. Ja, ik zag het filmpje terug van 4 jaar geleden en
misschien waren veel van jullie daar ook al, toen had ik nog geen bril, maar ik was er wel. En daar vind ik het wel echt heel erg leuk dat ik er nu weer ben. Wat ik me heel goed kan herinneren is dat de wijk vol hing met posters tegen de sloop. En volgens mij is toen een begin gemaakt door met elkaar te gaan praten. En er was Annemarie was daarbij, Jo was daarbij. En eigenlijk is een groot deel van de politiek zijn naar toen de wethouder van Woensel toe gegaan. En zei, joh, dit gaat niet goed hier. We moeten het samen doen met Portaal. En dat is volgens mij het begin geweest van de wijkvisie. En ik was ongelooflijk blij met de visie. Ik vond het ook fantastisch. Ik ben ook ontwerper, dus ik kan er ook op die manier naar kijken. En toen heb ik 4 jaar geleden mijn complimenten gemaakt. Ik heb toen ook wat suggesties gedaan, ook in de raad. Inderdaad, Annemarie noemde het al, de vergroening en klimaatbestendig, klimaatadaptatie in de wijk, wat ongelooflijk belangrijk is en wat dus helaas nog blijft liggen, maar daar zullen we het zo dan over hebben. Ik heb me ook wel bemoeid met het bedrijfsterrein, ook daar zullen we het over hebben. Dus ik weet, er is nog veel te doen, maar vooral ongelooflijk veel complimenten hoe jullie het doen. En nou ja, ontzettend leuk om hier nu weer 4 jaar later te mogen zijn. Een iets andere samenstelling, maar ook prima. Gaan we naar de ChristenUnie? Mijn naam is Pieter van der Woerd, ik ben kandidaatraad van de ChristenUnie, staat nummer 3. Woon in het centrum, maar sinds kort sport ik hier bij Sportja, dus kom ik regelmatig hier. In mijn werk hou ik mij veel bezig met ruimtelijke ordening, dus vandaar ook mijn interesse voor vele aspecten uit deze wijkvisie. Eigenlijk zou Mart Keuning hier zitten, die is helaas verhinderd, dus ik weet kort van tevoren dat ik hier nu zit. Maar ik ben vooral heel benieuwd en enthousiast om met jullie in gesprek te gaan over hoe de gemeente jullie kan helpen en hoe we elkaar kunnen vinden om deze wijk verder mooier te maken en te verbeteren. En dan als laatste de SP van de politieke partij, in ieder geval de laatste. Zeker, mijn naam is Han Dirks, ik ben woordvoerder wonen voor de SP in Leiden. Al heel lang ook betrokken bij de Zeeheldenbuurt. Ik weet nog goed dat Jo me belde en zei, alle huurwoningen willen ze slopen bij Portaal, help ons alsjeblieft. En sindsdien ben ik in ieder geval heel blij dat we nog een Zeeheldenbuurt hebben. En dat jullie erin geslaagd zijn om zo'n mooie visie te maken. Voor de toekomst van de wijk. Dus wat mij betreft gaan we die gewoon met elkaar uitvoeren de komende jaren. En dat die Zeeheldenbuurt er nog is, is natuurlijk voor een deel ook te danken aan het Portaal. Want jullie moeten nou wel meedoen natuurlijk, Jet. Ja, ik was er bijna bang dat wij als politieke partij hier werden neergezet, maar dat is niet zo. Ja, wij moeten zeker meedoen. Wij moeten het echt zowel met bewoners als met de politiek als met de gemeente natuurlijk altijd samen aan buurten, wijken, complexen werken. Dus het is goed om hier eens een keer met elkaar over te praten, hoe het gaat en wat er misschien nog anders kan. Nou, dat het voorstel, want je één partij is vanmiddag niet aanwezig, dat is de VVD. Die konden blijkbaar niemand vrijmaken, maar we gaan het zonder ze proberen. We hebben een quorum. Ja, een aantal zaken willen we vanmiddag langs laten komen. En een hele belangrijke is natuurlijk wat gebeurt er in de wijk met allerlei bouwprojecten. Want dat roept toch altijd wel veel emotie op. We hebben dat ook vandaag weer een beetje gezien. Daar langs de muur staan allemaal posters over de Zeilsingel. Nooit meer een tweede Zeilsingel. Dus in ieder geval niet op de manier waarop het nu is gegaan. Want de bewoners moeten daar veel nadrukkelijker en veel vroeger bij betrokken worden. Wie mag ik daar als eerste iets over vragen? Wie wil daar iets over zeggen als eerste? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Waar het op neerkomt, hè, die woningopgave, het werd in het begin ook wel even genoemd. Ik denk dat we er daar niet 1, 2, 3 omheen kunnen. Als ik naar het CDA luister, die zeggen, nou, dat gaan we gewoon niet doen. Als het aan de ChristenUnie ligt, dan zeggen we, dat kunnen we best wel doen. Maar dan moeten we 1 vraag stellen. Ik heb hier een tasje, daar staat het ook op. Wie is er de baas in Leiden? En daar gaat het heel erg om. Kijken we naar projectontwikkelaars, geven die een stuk grond en geven ze de vrije hand om hier iets neer te zetten om daar veel geld aan te verdienen? Of doen we dat in nauw overleg met de buurt en gaan we samen in gesprek om eerst de kaders vast te stellen en past een ontwerp van een projectontwikkelaar binnen die kaders? Dan is die van harte welkom om hier wat moois neer te zetten. Maar die kaders zijn leidend en volgens mij is het dat een van de punten waar in het vervolg hier echt veel winst kan behalen. Maar wat je toch wel vaak ziet is als er een bouwplan is, Dan heeft de buurt inspraak, dan wordt er hier en daar nog wat aan geschaafd en dan uiteindelijk gaat het in grote lijnen gewoon door. Dat is helaas de praktijk en daarom is er ook nog veel te winnen. En daar moeten we echt beter mee omgaan. De participatietrajecten die in zo'n bestaande procedure zitten, die zijn minimaal. En we kunnen wel zeggen, we voldoen aan de regeltjes, maar dat betekent nog niet dat we goede producten afleveren. Dus ook los van die regeltjes moeten we echt met elkaar in gesprek om daar dingen in te verbeteren.
Ik loop even naar Marleen Dame, want de PvdA die heeft natuurlijk onder andere Leiden maken we samen groener als slogan voor deze verkiezingen. Maar het is ook een woningbouwopgave en verdichting, ja, dat is natuurlijk al gauw met elkaar in conflict. Ja, maar wij zeggen ook, we maken Leiden samen socialer en sterker en we willen voldoende betaalbare woning. Maar als je kijkt waar er gebouwd moet worden, dan moet je dat op de logische plek doen bij OV-knooppunten. Maar het zal inderdaad zo zijn, willen wij geen stad voor de rijken worden, dat er woningen bij moeten. Maar hier ging het volgens mij ook over de vragen, wanneer betrek je bewoners? Nou, dat moet je inderdaad op tijd en snel doen. En nou, de zelfsingle is net genoemd, dat is volgens mij een voorbeeld waarbij dat nou ja, om allerlei redenen niet helemaal goed is gegaan. Maar als je kijkt naar hoe het hier met de wijk is gegaan en de wijkenvisie, dan vind ik dat juist een toonvoorbeeld. Hè? Er waren eerst posters, geen sloop. En uiteindelijk zijn we er met elkaar uitgekomen wat we wel willen met die wijk. Een deel van de woningen is gesloopt en er zijn mooie nieuwe woningen gekomen. Een deel is groot onderhoud gepleegd. Allemaal met instemming van de bewoners. Dus ik vind het echt een voorbeeld, jullie wijk, voor hoe het wel kan. Dus ik ben ook heel erg eigenlijk optimistisch over als we dat goed doen met elkaar, dat we dan hele mooie wijken kan maken. Maar dat is misschien juist het probleem, als we het goed doen met elkaar. Nee, maar dat is voorwaarde. Dus ik zeg ook niet dat het altijd goed gaat, soms niet. Maar in het grootste geval, als je kijkt naar de wijkenvisie hier, is dat wel gebeurd en ook gelukt. Lodi, ja, jullie fractie is de grootste in de raad, 12 zetels. Dus ja, er ligt ook wel een zware verantwoordelijkheid bij jullie als het om dit soort zaken gaat. Ja, bij ons allemaal natuurlijk, want we zijn de grootste, maar we hebben niet altijd de meerderheid. Maar als wij, kijk, als D66 was partij echt gekozen voor de komende jaren, we gaan niet meer die kleinschalige bouwprojecten, maar, en dat is zelfs single, vond ik zelf ook nog wel groot, maar dat we die op die plekken, de Zeehelde buurt is gewoon heel erg dicht bebouwd. Dus daar moet je niet meer dit soort projecten, denk ik, doen. We maken als keuze om echt de hoogte in te gaan waar dat kan. En als je dan naar de Zeeheldenbuurt, naar de enige plek waar wij dan zien, nou, waar nog ruimte is, is het bedrijventerrein, waar je wel ook moet voor zorgen dat de bedrijven die daar zitten, daar kunnen blijven. Maar net zoals mijn voorbeeld van de week, volgende week in de raad, is de Rooseveltstraat. Niet in de Zeeheldenbuurt, maar wel een ander deel van de stad, waar we die keuze maken, waar je dus wel de hoogte kan. En daarin vind ik het ook belangrijk, want kijk, iedereen hier zal gelijk zeggen, het is gewoon niet goed gegaan met de burgerparticipatie ten aanzien van die zelfsingel 32. Dat nooit meer. 36. Dat nooit meer. En die garantie ja, die willen wij echt wel afgeven. Ja. Joost, het CDA wil niet de hoogte in. Ja, dan krijg je dus dit soort projecten in wijken. Nou, ik denk juist dat zelfsingel 36 het schoolvoorbeeld is van wat we in de toekomst ook kunnen gaan verwachten. Er ligt een woningbouwopgave in deze stad van 10.000 woningen. En die moeten we ergens in deze stad kwijt als het aan al deze partijen ligt. Wat het CDA betreft zeggen we, laten we daar nou nog eens heel kritisch naar kijken. En laten we nou juist voorkomen in de stad dat we op dit soort kleine locaties zo ontzettend dicht gaan bouwen. In deze wijk is dat in ieder geval niet goed gevallen, maar ik kan nog veel meer voorbeelden geven van plekken waar dat echt heel slecht valt. Voorbeeld is de Merenwijk, waar nu 2 woontorens moeten komen. Ja, dat past totaal niet bij zo'n wijk. En wat het CDA betreft zeggen we dan ook, die 10.000 woningen die er in deze stad gebouwd moeten worden, die moeten we echt tegen het licht houden, want op een gegeven moment kan het niet. Het enige wat het CDA betreft kan is 10.000 omlaag en zo niet, dan moet je uiteindelijk de hoogte in. Dan krijgen we nog veel vaker van dit soort verdichtingsprojecten, zoals we hier op de zelfsingel hebben gehad. En dat wil het CDA gewoon niet. Dus jullie kiezen gewoon voor minder woningen? Ja, want op een gegeven moment, als je naar de plattegrond van Leiden kijkt, dan wijs mij de plekken maar eens aan waar het kan. En waar je volume kunt bouwen. En de enige plek, of de enige manier om volume te bouwen is of het gaat ten koste van groen, of het gaat in de vorm van verdichting, zoals we hier op de zelfsingel hebben gezien, of het gaat de hoogte in, zoals er nu een aantal projecten in Leiden zijn, zoals in de Merenwijk, zoals in de Stevensel. En daarvan zegt de CDA, doe dat nou niet. Kijk eens wat nadrukkelijk naar je regio. Leiden is grijs, de randgemeenten zijn groen. Daar hebben ze veel meer mogelijkheden om te bouwen. In Leiden, ja, tenzij je echt een soort dichtbebouwde, gure, betonnen kolos wil hebben in Leiden, dan moet je dat vooral doen, maar wat het CDA betreft niet. Ik loop even naar die kant van de tafel. Ik stop heel even bij Lodi, want jij wou wat zeggen, geloof ik. Nou ja, we zaten met z'n allen al op een rij te morren, want dan wordt het toch een beetje een verkiezingsdebat. Omdat we, nou, ik bijna alle partijen hier gewoon van mening verschillen met CDA. En wat belangrijk is, kijk, de Zeeheldenbuurt is een gemeende buurt en daarmee ook een schoolvoorbeeld waarom je eigenlijk moet bijbouwen. Want die woningmarkt, die raakt anders op slot. Ik ben zelf ooit begonnen op een studentenkamertje op de Hoge Woerd. Ik wilde toen eigenlijk gewoon een normale huurwoning waar ik zou kunnen wonen en waar ik ook bijvoorbeeld een gezin zou kunnen stichten. Dan kon ik gewoon mij niet vinden in Leiden. Ik moest naar Den Haag. Uiteindelijk kom ik in de gelegenheid dat ik zelf wel een huis kon kopen en dat ik nu echt prachtig woon. Maar heel veel van de mensen in Leiden is dat niet gegund. En als het CDA dan zegt dat we zelfs moeten gaan minderen, ja, dan gooi je die woningmarkt op slot. Dan word je hier een soort Amsterdam. Dat moet je niet willen. Juist voor de mensen die ook weer door willen stromen. Han, kan dat op een goede manier? Ik denk dat het op een goede manier kan.
Er worden ook stappen ingezet. We zijn aan het zorgen dat we een overzicht hebben van de plekken waar we extra woningen kunnen bouwen. Zodat we een beter overzicht hebben van waar dat gaat gebeuren. Ik besef me overigens heel goed dat als het gaat om de cel single, dat mensen zich daar wat overvallen voelden. Maar dat moet zeker wel kunnen. De stad kan niet op slot, omdat je anders gewoon een stad krijgt voor alleen maar rijke mensen. En vanuit de SP zeg ik in ieder geval heel nadrukkelijk, we moeten voorkomen dat het alleen voor de rijke mensen is. We moeten gewoon ook voor de mensen die een gemiddeld inkomen hebben, die moeten hier een plek kunnen vinden. En dat is een groot goed. Volgens mij is Leiden daar ook sterk in. En dat moeten we zo houden. En dat moeten we ook blijven garanderen voor de toekomst. Een hele belangrijke partner op het gebied van die volkshuisvesting is Portaal natuurlijk in deze wijk. Vandaag, het is niet vandaag opgeleverd, maar volgens mij was dit weekend wel het weekend dat iedereen in de Oosterhof aan het trekken is. Want het staat helemaal vol met boedelbakken en verhuisbusjes. Ja, net vers opgeleverd, klopt. Ja. En dat is de eerste in de wijk, hè? Ja, het is het eerste nieuwbouwproject, ja, klopt. Hoe staat het ermee? Want er is best veel leegstand op het moment in de wijk, omdat jullie huizen natuurlijk ook vrijmaken voor renovaties, loopnieuwbouw. Maar het lijkt een beetje stil te liggen op het moment. We hebben net een ander project opgeleverd, het heet Laakplein. Daar zijn natuurlijk mensen naartoe verhuisd, daarom is er ook wat leeggekomen. En we zijn nu druk bezig die nieuwe projecten verder uit te ontwikkelen. En dan gaan we met de bewoners, die zitten hier ook al, zie ik. Dan gaan we met ze in gesprek om te laten zien wat het wordt. En dan hopen we weer verder te gaan. Maar is het correct dat het nu gewoon even dat er een soort pauze is? Nee. We gaan gewoon in volle vaart door. Zeker. Ja, wat is de volgende? Volgens mij is het bekend wat er komt. Het zijn nog twee plekken. Of ja, misschien zou je de Dolfijn, hè, staan nog 6 woningen. Die zijn al een hele tijd tijdelijk gehuurd. Die zou je nog als een derde plekje kunnen benoemen. Die gaat misschien mee met de ontwikkeling van Dolfijn. Misschien niet, dat weet ik nog niet. Want er gaan wel wat geruchten van, het wordt misschien toch allemaal wat kostbaar. En het Portaal zit er toch een beetje mee in de maag. Woningen worden misschien verkocht daar bij die Dolfijn. Nou, die 6 misschien wel, dat weten we niet. Dat hangt echt af van hoe die Dolfijn zich ontwikkelt. Het zijn 6 woningen. Die staan echt als soort barrière voor die locatie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar voor die andere projecten, de markt is natuurlijk wel anders dan 4 jaar geleden. Dus het staat allemaal onder druk, maar we zijn hard aan het rekenen en tekenen. Ja, ik wil er toch iets over zeggen, want 8 maanden geleden ben ik bij een wijklab geweest van Portaal. En daar hebben jullie prachtige woningen laten zien, echt helemaal uitgetekend al op de Evertsestraat, de Zijl Singel en de Van Spijkstraat. Helemaal klaar en bewoners liepen daar verlekkerd rond. En daarna ben ik gewoon heb ik het ook met hulp van jullie voorlichting. Ik heb hem keurig op Facebook gezet. Dus iedereen kan het ook nog terugzien, alle ontwerpen. En sindsdien ligt het gewoon 8 maanden stil. En ik mocht ook niks meer in de wijkkrant zeggen. Dus ik vind het echt veel te lang duren. En ik ben ook bang dat van afstel uitstel komt. Of dat er dan toch weer gezegd wordt. Ik hoor ook iets roepen van dat beeldkwaliteitsplan maakt het allemaal wel heel duur. Dus ik heb zoiets van die zijn heel de buurt, gewoon zorg nou dat er een beetje vaart in zit. Jullie zijn hier nou wel bezig vanaf 2009. Laat het niet nog hangen de hele tijd. Nee, dus één belofte, we maken het af. En het is inderdaad duur. Maar dat is volgens mij nu niet het ding. Dan kunnen we dat dus vaststellen. Een Portaal maakt een belofte waar. En jullie maken het af. Wij maken het af. Volgens afspraak. Ja. En wanneer wordt er gevraagd? Nee, het loopt gewoon door. We zijn niet gestopt. Willen jullie een einddatum weten? Ja, die ga ik toch niet geven. Een ander heel belangrijk punt wat uit die wijkvisie kwam is vergroening van de wijk. Nou hebben jullie net die Oosterhof opgeleverd. Dat ziet er hartstikke mooi uit. Maar als je dan naar dat binnenterrein kijkt, vroeger was dat best groen. Dat is echt bijna helemaal volgebouwd nu, hè? Nou, ga je echt de hele detail dingen vragen over die projecten. Maar wij moeten ook parkeerplaatsen, die zitten er volgens mij in, of niet? Nee, die zitten daar niet aan de binnenkant. Nee, het zijn de schuren vooral. Ja, die moeten er ook komen. Ja, het enige wat wij nu meegeven is, en dat zijn wel richtlijnen voor bewoners, is hou een beetje rekening mee dat je niet je hele tuin vol met tegels legt. Dat is wel lekker onderhoudsvriendelijk, maar niet zo goed voor het milieu. Uiteindelijk zijn... Mag ik even inbreken? Er is een binnentuin hoor, in die Oosterhof. Ja, er is een binnentuin. Er komt een binnentuin. Ja, dus een soort hele grote plantenbak is dat. Ja,
Nee, maar ik heb wel een binnentuin, dus dat ook allemaal tegels kunnen worden. Ja, misschien kunnen we straks nog een foto op het scherm laten zien, want hij is er al wel, maar het is een tuintje. Nee, maar hoe die komt dat uit? Ja, precies, waar groen is het? Ja, zeker Walter. Want de discussie gaat nu even inderdaad over waar gaan we die woningen bouwen. Nou, volgens mij is ik heb het toch liever over deze wijk. En dat is volgens mij de Zelsingel een soort schoolvoorbeeld voor mij, voor GroenLinks, hoe je het dus niet moet doen. Deze wijk heeft nu behoefte aan vergroening, aan klimaatbestendig inrichten. Sociale aspecten zijn nu belangrijk. En zo'n gebouw aan de Zelsingel laat zien dat deze wijk gewoon dat soort projecten gewoon niet kan en wil gebruiken. En vandaar ook het verzet. Dan moet je dus wel gaan kijken waar kan dat wel. En volgens mij als het gaat om deze wijk, en ik heb dat al volgens mij ook altijd al wel gezegd en omgevraagd van jongens, de manier waarop we met de ruimte omgaan op dat bedrijventerrein, zeker waar het hier vast ligt aan deze buurt, dat is nou echt zonde van de ruimte. Dat is zonde van de ruimte. Het is niet groen, het is alleen maar steen, het wordt niet efficiënt gebruikt. En daar liggen volgens mij ongelooflijk grote kansen. Maar er moet wel iedereen meedoen, moeten ook die bedrijven willen. En volgens mij is het heel helder, ook die bedrijven die daar zitten gaan daar beter van worden. Want het kan daar ook een levendige buurt worden. Juist met bedrijvigheid en woningen. En dat is precies wat ook in de visie staat. Het moet weer een gemengde wijk worden met koopwoningen, met huurwoningen, met bedrijfjes, met winkeltjes en groen. Daar ligt die kans volgens mij. En in dit gedeelte, wat al bebouwd is, daar moeten we de bebouwing koesteren zoals die is en als nodig is opknappen. En misschien kan er inderdaad hier en daar wel een dakkapelletje op, maar dat is dan ongeveer volgens mij wel de limit in deze wijk. Mee eens, Jeroen, Partij voor de Dieren. Als je dan een beetje kijkt naar dat bedrijventerrein aan deze kant van de wijk, geen zware industrieachtige bedrijven, het is allemaal een beetje kantoorachtig op de Milieustraat na misschien. Ja, dat zijn een van de weinige plekken waar je dan als gemeente zou kunnen zeggen, daar kunnen we misschien wat doen. Want heel veel, ja, dit is een wijze versteende wijk. Het is wat dat betreft een schoolvoorbeeld van natuurlijk Nederland, dat heel erg dicht bebouwd is en dicht bevolkt is. Daar komt groen gewoon vaak in de knel. En het is juist omdat heel veel dus van mensen is, van woningeigenaren, van portaalhuurders. De meeste groen kan je toch echt in je eigen wijk, in je eigen tuin of op je eigen dak doen. En daar er is natuurlijk wel een subsidie om groene daken te doen. Daar moet gewoon veel meer aandacht aan komen en mensen moeten dan zelf in beweging komen. Nou, vind je groen belangrijk? En het is heel belangrijk, zeker als je kijkt naar klimaatadaptatie en hitte. Deze wijk is gewoon super heet en dat zorgt echt voor hoge sterftecijfers onder ouderen in een warme zomer. Het is ook voor jezelf, dus maak het groener. Je wordt er blijer van, je leeft prettiger en je leeft zelfs ietsje langer als het gewoon een groene wijk is. Maar dat moet je echt zelf doen, want voor de gemeente is er niet heel veel mogelijk om het hier online te vergroenen. Marleen, is dat waar? Of kan je dat helemaal aan die bewoners overlaten? Want als ze het niet doen, dan wordt die wijk dus niet groener. Nee, dat is voor een deel waar. Hè. Als het je eigen tuin is of je eigen grond, dan inderdaad hartstikke goed om die oproep te doen. Bewoners, maak die geveltuin en tegel erin. Hè. Plantje er, of tegel eruit, plantje erin. Maar de gemeente kan zelf ook dingen doen. Dat zijn we natuurlijk ook aan het doen hier in de buurt. En daarnaast is het zo, als het gaat over het vergroenen of bijvoorbeeld energie neutraal maken van de huizen hier in de buurt, dat het heel belangrijk is dat dat ook voor iedereen betaalbaar is. Want ik heb gemerkt hier bij de discussie over het groot onderhoud bij de huizen, dat mensen toch wel dachten van ja, als het mij meer gaat kosten, dan trek ik wel die extra trui aan. Dus wat wij als Partij van de Arbeid ook heel belangrijk vinden, is dat voor iedereen het duurzaam of een energiezuinig huis hebben betaalbaar is. En dat je daar ook als gemeente in voorziet. Maar die geveltuintjes bijvoorbeeld, dat is allemaal hartstikke leuk hoor, maar het is natuurlijk wel heel veel decoratie. Nou, dit is volgens mij hartstikke belangrijk. Als je zo'n versteende wijk hebt, dan helpen alle kleine beetjes. Maar het is wel zo, als het jouw tuintje is, moet je het ook zelf onderhouden. Je moet dat echt wel samen doen. Je kunt dan niet alleen naar de gemeente kijken. De gemeente kan ook een hoop, maar ja, als bewoners moet je het ook zelf doen. En volgens mij is het ook hartstikke leuk. Ik ben een paar keer geweest om zo'n geveltuintje mee te mogen aanleggen. Moet je het daarna ook onderhouden, terecht, dat zei Annemarie net ook. Maar er zijn veel wijken, daar roep ik jullie ook toe op, om gewoon een paar dagen per jaar te zeggen, jongens, we gaan dat samen doen. Beheer komt de plantjes brengen en we zorgen er ook voor dat we een paar keer per jaar gewoon samen het onderhoud doen, nieuwe plantjes erin zetten. Dus als je er volgens mij wat leuks van maakt,
ben ik ervan overtuigd dat het in deze buurt met zoveel actieve bewoners moet gaan lukken. En dat klinkt dan allemaal heel logisch, want mensen vragen ook zelf om zo'n geveltuintje vaak. Maar wat blijkt dan in praktijk? Ja, mensen gaan best wel vaak, er is wel nogal wat doorstroom, mensen gaan verhuizen. En die nieuwe bewoner dacht, ja, leuk zo'n geveltuintje, maar ik heb daar niks mee. Nee, dan lijkt het me heel goed als je als bewoner, als buurman of buurvrouw zegt van, goh, wij hebben dat vorig jaar met elkaar aangelegd en we vinden dat hartstikke belangrijk. En we hopen dat u meedoet. Jeroen zei net, ja, bewoners moeten dat echt zelf doen. De gemeente kan daar niet zoveel mee. Maar is dat nou wel zo? Want de gemeente kan wel bomen planten. Ja, ik zei al, de gemeente kan zeker wat. Die kan bomen planten, die kan kijken welke stukken in de wijk. Hè. Misschien eens kijken, ja, de parkeerdruk is hier vrij hoog. Maar als op een gegeven moment ergens ruimte zou zijn, zou je daar kunnen vergroenen. Dus de gemeente kan wel wat. Maar je moet ook zelf als bewoner het doen. Maar dan blijkt, overal zitten kabels en leidingen in de grond. We hoorden net al van Annemarie in de inleiding 11 bomen in de hele wijk. Dat is niet echt heel veel. Nee, dat is de ambitie nog een stuk hoger. En ik denk ook dat het verstandig is, hè, want wij hebben stapels aan voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat er een boom moet worden kan worden geplant. Hè. Dus het lijkt mij heel verstandig om eens te kijken of we met wat meer risico's een boom ergens neer kunnen zetten. Want ik merk wel dat kabels en leidingen naar via, ik heb het zo vaak gehoord, laten we nog eens goed kijken of het wel niet toch kan. En dan zie je bijvoorbeeld vandaag bij die Oosterhof waar iedereen nu intrekt. Ja, die omgeving, ja, die wordt vast wel weer een beetje netjes gemaakt. Daar hebben natuurlijk heel veel zwaar werkverkeer heeft daar de afgelopen periode gereden. De stoepen zijn er nog niet. Ja, die worden vast wel weer teruggelegd. Maar is dat dan geen idee en niet een goed moment om dan gelijk maar eens eventjes te kijken van kunnen we niet iets met die kabels en leidingen? Want er is daar natuurlijk van alles opnieuw aangelegd en aangesloten om dan gelijk die bomen in te passen. Ja, maar dan hè, heb je het over dat de hele straat weer open moet. En dat kost dan een hele hoop geld. Dus volgens mij moet je bij de kleinere dingen gaan beginnen. Want dat is er op dit moment, dat zei Annemarie net ook. Dan moet je het hele gebied gaan herinrichten. En als er een nieuw gebouwd is, dan gaat er zeg maar eerst steentje uit, steentje weer in. Maar gaan we niet de hele ondergrond doen. Maar je zou wel eens kunnen kijken van, nou, als we nou wat meer risico nemen, dan zetten we die boom. Kan die er dan niet toch in? Mag ik niet zeggen? Kan de gemeente... Er is een microfoon, ik kom naar u toe. Dat zou ik. Vorig jaar hadden we een droge periode en toen werd de boom die met heel veel bombarie voor het voorjaar geplant is, die werd water gegeven met zo'n grote tank. En waar dus was dat? Dat is bij de Bontekoestraat, dat stuk. En die hondenuitlaat staat. Maar er staan andere bomen en ik heb die man dus met die tank gevraagd of die bomen ook water konden krijgen. Want die bomen stonden echt absoluut dood te gaan. Kleine boompjes waar nog een bescherming omheen zit, maar hij mocht die bomen geen water geven. Nou, dus ik ben de gemeente gaan bellen en ik heb het voorgelegd, maar ja, je weet dan na 10 keer doorschakelen, denk je, ja, iemand noteert dit, maar die boom die krijgt geen water. Dus ik denk, ja, dan kunnen we wel, de nieuwe boom kreeg dus wel water, want die man die was van het project waar een nieuwe boom van was geplant. Maar de andere bomen op die strook, die ook een paar jaar geleden dan misschien met geld geplant zijn, die kregen geen water. En die zijn echt dood gegaan in die periode, in die afgelopen zomer, dat waren ergens een hele lange periode. Nou, dan denk ik, ja, wat moet je nou? Ik heb het dus gemeld. Ik heb het geloof ik ook tegen Jeroen gezegd. Waar moet ik mee naartoe? Die zag ik bij die bakken daar. Maar ja, dan heeft het natuurlijk geen zin om bomen te planten als ze geen water krijgen. Dus dan denk ik van, dat kleine beetje moeite moet toch wel gedaan worden dan. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En ik denk dat, dat zeg ik, hè, we werken als gemeente heel graag samen als politiek met u. Maar daar moeten we ook iedere dag in leren. Dit lijkt me weer zo'n punt waarvan ik denk, ja, als je daar dan toch bent, geef ze dan allemaal even water. Dus helemaal terecht. Maar het gebeurt niet dus. Nee, dus dat moet geregeld gaan worden. Maar soms moet je dit eerst horen om erachter te komen dat de dingen weer beter kunnen. Joost? Ja, ik vind het verrassend dat kennelijk uit uw verhaal luisteren dat de gemeente tegen u zegt dat u een boom geen water mag geven. Dan denk ik dat als gemeente volgens mij toch wel op het verkeerde pad zijn. Ja, dat was niet de gemeente. Sorry, maar het zelf niet doen. Nou, degene die nieuwe boom heeft geplant, daar hoort dus, ik weet de naam zo van niet meer, dat soort dingen vergeet ik dan. Maar die nieuwe bomen zijn geplant en dat is dan een project. En die persoon die komt die boom water geven, die ene boom op de hoek bij de Bontekoestraat, Heemskerkstraat. En ja, hij is niet van beheer van die andere bomen.
Dus dat betekent dat die andere bomen gewoon naar dood gaan. En hij heeft een grote trekker en ja, daar was hij niet van. Dus ik zeg niet dat de gemeente dit doet, maar ergens is dat dus niet geregeld. Dat die andere bomen, die nog zo jong zijn, dat ze het niet kunnen overleven zonder water. Want een boom die groter is, moet natuurlijk zelf... Maar die andere boompjes waren dan zo klein, dat ze inderdaad met de blaadjes dood stonden te gaan. Hier wreekt zich geloof ik weer een beetje wat we ook al bij de inleiding hoorden. Als het niet in een project zit, dan gebeurt het niet. Nou ja, ik moest zelf nu denken. Marleen Davis, ik ook wethouder van Werk en Inkomen. En we hebben bij Werk en Inkomen ook een pilot regulier weten reintegreren. En ik denk, nou misschien is het wel goed dat we gaan regulier gaan vergroenen in de Zeeland-buurt. Ja. Dat lijkt me een mooie uitdaging. Ik denk ook dat het moet. Want kijk, je moet een combinatie van allemaal doen. Ik denk dat je als bewoners een verantwoordelijkheid hebt die je kan nemen. Ik zie met mijn buurman zie ik er tegenover. Sorry, Sander. Maar ja, hij is toch echt bij mij de chef groencommissie. Die ook in de binnenkant van het hofje dat met elkaar doet. Ik denk ook op het moment dat ze verhuizen, dat die kennisoverdracht ook is. Dus dat zijn mooie voorbeelden waar we het zelf doen. Maar je kan natuurlijk ook denken aan de groene daken. We hebben heel veel platte daken in de Zeehaldenbuurt. Die kunnen gewoon vergroend worden. En als je niet weet hoe, Jeroen legt het je graag uit. Hij is onze graag goed ambassadeur. Hij zit hier voor de Partij voor de Dieren. Maar hij doet echt hele mooie dingen in de wijk. Daar moet je zo zelf maar wat meer over vertellen, denk ik. Maar die zin moet je met elkaar doen. Je ziet ook dat er heel veel gaat gebeuren in deze buurt. Hè? Ik bedoel, de Bontekoezone, het park. Maar laten we ook met elkaar in de planmakerij, vooral met elkaar kijken. Hey, hoe kunnen we nou die pilot dan regulier vergroenen in de Zeeheldenbuurt? Lijkt mij mooi. Ja, Marleen, gaan we van de Zeeheldenbuurt de groenste wijk van Leiden maken? Nee, dat gaat denk ik. Hè. Dat gaat niet lukken. Een beetje haalbare ambities is ook wel prettig. Maar ik vind dat regulier... vergroenen een hele mooie. Dus niet 10 redenen bedenken voordat iets mag. Maar we gaan het doen. Mits blijkt dat het echt niet kan. Gewoon omdraaien. Elsbeth Klik. Ja, in het kader van regulier vergroenen. Is mij 4 jaar geleden door Pieter van Woensel beloofd. Dat er, ik zei toen, ik beheer het kwekerijplein. Daar hebben we openbaar groen in eigen beheer. En toen zei ik, we krijgen geen geld van de gemeente. Wij doen dat als bewoners, beheren wij dat, maar we krijgen geen geld. En toen zei hij, ja, maar dat is Fonds Wijkinitiatief. Ik zei, ja, maar dan moet je de helft van het geld moet je aanvragen weer bij een ander fonds. Dus je moet eerst iets indienen bij Fonds Wijkinitiatieven en dan moet je weer naar Fonds 1818, naar andere fonds om geld. Toen zei hij, nee, ik zei, ja, maar ik wil gewoon, ik bedoel, ik ben maar vrijwilliger, ik moet ook al dat groen onderhouden met iedereen. Ik heb geen tijd om al die fondsaanvragen te schrijven. Ben ik toevallig in een vorig leven fondsaanvrager geweest. Maar dat is niet iedereen. Maar toch, ik heb daar geen zin in. Ik wil gewoon, dit is gemeentegrond wat wij beheren. Dus ik vind dat een gemeente gewoon geld moet geven voor het gereedschap en het groen. Toen zei hij, ik trek mijn portemonnee. Nou, kijk terug op YouTube. Daar staat het filmpje dat hij dat doet. Nou, 4 jaar later... Daarom is je ook weg, hè? Dus mijn verzoek is om een fonds komt voor groen beheer door buurtbewoners. En dat je gewoon geld krijgt en niet ook nog bij een ander fonds geld moet gaan aanvragen. Want het is tenslotte gewoon gemeentegrond wat wij beheren. Gaan jullie dat regelen, Walter? Ja, dat lijkt me een goed plan. Volgens mij zijn er overigens wel mogelijkheden om via de gemeente subsidie te krijgen. Je moet een andere financiering. Ja, dan moet je iets anders erbij. Dus dat kan inderdaad makkelijker. Ik zeker als het aan GroenLinks zou liggen, doe. En daarom is dit zo'n niet om te slijmen bij jullie of zo, maar wel een voorbeeld van hoe. Jullie zijn wel voorloper in de zin van hoe een wijk zichzelf organiseert. En niet alleen ruimtelijk, maar groen, maar ook sociaal. En daar hoort ook geld bij. En ook geld wat je misschien zelfs ook nog wel zelf kan beheren. En dat je kan zeggen, nou goed, nu hebben we... En dat misschien ingewikkeld is. Hè, want net kwam het voorbeeld voorbij van dat eigenlijk de buurt dan toch weer verdeeld is over wat er nou bij die dolfijn moet komen. Nou, dan doe je een prijsvraag. Doe ook jullie ook. Iedereen moet zichzelf ook weer blijven vernieuwen. Wat ik wel zou willen zeggen over dat groen, hè, want ik snap dat die boom, dat is natuurlijk idioot. En groene daken, ja prima. Maar de vraag was inderdaad van, zijn er radicale, creatieve oplossingen om deze wijk te vergroenen? En ik denk, dat zou ik wel interessant vinden, om
in ieder geval dat is te onderzoeken en niet te snel te zeggen, dat kan niet. En, want dat kost te veel geld of zo. Ik denk dat daar echt wel kansen liggen. Wat mij echt opvalt in de wijk is dat is toch echt gewoon de hoeveelheid auto's en steen. Elke straat staan auto's. Elke straat is de X2 richtingsverkeer, links en rechts parkeer. Dat moet toch anders kunnen. Je kan dat toch groeperen. Er zijn toch misschien... Jongerneel is natuurlijk een krankzinnig groot terrein en die zit er nog even. Maar er moeten toch manieren zijn om die auto's ergens op een plek bij elkaar te zetten. Zodat gewoon hele stukken van die straat in ieder geval wel groen kunnen worden. Of water. Er liggen ook in deze wijk volgens mij echt kansen om echt wel iets toe te voegen. En bomen is niet... Een boom is groen, maar er zijn natuurlijk heel veel meer soorten groen en wat wel kan. Marleen, jij wil nog iets zeggen? Nog even ingaand op het Groen Fonds. Hè. Er zijn op dit moment twee mogelijkheden. Je hebt inderdaad het Wijkinitiatievenfonds. Daar moet cofinanciering bij vanaf een bepaald bedrag. Ik dacht vanaf €2000. Maar we hebben natuurlijk ook het beheerprojecten samen aan de slag. Ik kijk even, Chrissy weet altijd alles. Twee? Vijf. Vijf keer vijf. Dus tot €5000. Geen cofinanciering. Daarnaast wel. En we hebben samen aan de slag project en dan sluit je een convenant in het Huikpark, hoor ik dat van de buurman, is dat bijvoorbeeld gebeurd, met de gemeente, waarbij je afspraken maakt over beheer en onderhoud. Wij zijn een van de eerste convenanten. Ja, maar dan hebben jullie wel de spullen, als het goed is, gekregen. Ja, we hebben gekregen toen. Oh, maar dat, toen, jullie waren te vroeg. Nee, want voor mij is dat... Ja, wij oefenen alles bij jullie hier in de wijk. En daarna heb je de wet van de remmende voorsprong. Maar het is wel goed om daar dan nog eens over in gesprek te gaan. Want de bedoeling is dat jullie dan de spullen krijgen en het beheer en onderhoud zelf doen. Ja, dus dan heb ik nog een vraagje aan Portaal, want het zit er niet voor niks. Want ook in wijkvisie staat inderdaad die groene geveltuinen. Dus Portaal die zegt ook, van daar zijn we voor. Gevelbedekking. Vervolgens, dat zie ik op het Kwekerijplein, een prachtige klimop tegen een muur. Kom ik een keertje thuis, woem, hele klimop eraf. Ja, mensen hebben geklaagd dat ze in het raam groeien. Ik zeg, ja, dan snoei je dat toch? Nee, beschadigt de gevel. Klimop beschadigt niet de gevel. Er was helemaal geen enkele gevelbeschadiging. Dus een ongelooflijk veel vierkante meters klimop zijn gewoon weggehaald. Dat één bewoner heeft geklaagd over dat hij in een raampje groeide. En toen is mij beloofd, volgens mij is het alweer 2-3 jaar geleden, dat er een nieuwe fantastische groene gevelbekleding kwam. Ik heb nog niks gezien. Hetzelfde geldt voor, bij ons op het plein zijn een aantal mensen die hun tuin niet zo goed hebben onderhouden. Er is dan iemand van Portaal gekomen en die zegt, ja, alles gaat eruit en we zetten er 2 rhododendrons in. Wil je dat? Ja, dat wil ik. Prima. Ik heb letterlijk, ben ik voor een prachtig boompje gaan staan om de tuinman tegen te houden dat hij omging. Ik zeg, nee, die gaat niet om. Nou, die is blijven staan. Ja, maar die bewoner heeft getekend. Ik zeg, ja, die bewoner heeft getekend omdat hij denkt dat de rhododendron hier past. Dat past niet in deze grondsoort. Maar, ik bedoel, wij zijn met z'n allen hier met een groenproject bezig. Dat weten jullie, Portaal. Hè? Ze hebben ons ook een ladder cadeau gegeven, een plantjes cadeau gegeven, dankjewel. En, maar dan moet je dan vervolgens ook zeggen, als je weet dat er een buurtinitiatief is, dan ga je met het buurtinitiatief in overleg en zeg je, nou, wij kunnen misschien samen met die bewoners die tuin dan onderhouden. Maar ga niet die hele tuin leeghalen, dat is bij 3 tuinen gebeurd. Dus wat er gebeurt is dat er op managementniveau wel wordt ondertekend, ja, groene gevels, minder tegels, maar die tuinmannen van jullie... Die hebben echt geen verstand van groen. Nee, wij zijn sociale woningbouw op het Kwekerijplein. Dus gewoon ook mensen die een beetje de weg bij zijn of die van de binnenvest komen. Serieus. Maar wij als andere bewoners willen wel best hun haag knippen of die struiken onderhouden. Maar dan moeten jullie er wel met ons in overleg. Dat is de vraag. Of jullie met ons in overleg gaan en hoveniers in dienst nemen die verstand hebben van groen. Ja, ik zie het als een uitnodiging, dus volgens mij kunnen we het toch gewoon aannemen. En ik wil dat binnen een jaar de Kwekerijplein weer een mooie groene gevelbekleding heeft. Ja. Daar ga ik nu geen toezegging over doen, maar ik neem de uitnodiging wel aan. Oké. Ja.
Annemarie, wil jij... Nou, ik was even aangeslagen op wat u zei over die boom. Want ik heb ook zoiets vergelijkbaars meegemaakt, maar dan groter. Wij hebben vorig jaar een inventarisatie gemaakt, een buurtvereniging van bomen die dood waren in de buurt. Iets meer in de microfoon praten? Ja, en of die er gewoon echt heel zielig bij stonden. Nou, dat hebben we gewoon keurig opgestuurd naar contact@leiden, dus dat de ding 14071, gevraagd van jongens, kijk er alsjeblieft naar stedelijk beheer en hanteer de lijst van bomen die wij samen met de gemeente bepaald hebben. Hè, voor de toekomst, klimaatbestendige bomen die ook door het jaar heen bloeien. Hoor helemaal niks. Toen was er een avond van samen aan de slag. En in de tussentijd was het per ongeluk ook weer in het Leids Dagblad beland. Dus heeft iedereen nog moeten lezen en heeft gelezen. En toen heeft de ambtenaar tegen mij gezegd, wat heb je nou gedaan? Dan had je er gewoon aan ons kunnen melden. Maar goed, was niet de bedoeling. Ik wist ook niet dat het Leids Dagblad mijn Facebook las. Maar goed, dat deed het dus. Toen heb ik gevraagd, is samen aan de slag 2 maanden later, van oké, wat gebeurt er nou? Nou, 4 ambtenaren later, toen bleek dus dat er een misverstand was tussen stedelijk beheer en het project Groen, want het project Groen, er zijn stedelijk beheer dacht dus van het project Groen hoeven wij niks aan te doen. Het stond niet op de lijst. Nou, toen zou het worden opgelost. Ben ik er afgelopen maand weer achteraan gegaan. Bleek het nog steeds niet op een lijst te staan. Dus gewoon, er is dus blijkbaar in de communicatie intern van in de gemeente, het gaat gewoon niet zo goed. En vooral stedelijk beheer is soms een soort gat waar je informatie ingooit. En je krijgt gewoon geen reactie terug. En het zijn allemaal ontzettend aardige mensen, daar ligt het niet aan. Maar ik vind het wel heel jammer dat ik niet meer gehoord heb van, ik heb wel gezien dat her en der zo plotseling toch een boom geplant. Maar ook niet de bomen die wij op de lijst hebben gezet, maar er is geen communicatie geweest. En dat vind ik zo jammer. Ik denk dat het zo snel te verhelpen zou zijn. Wat zou je van ons willen horen? Dat gewoon straks de wethouder die dat straks onder zijn hoede krijgt, gewoon ook die communicatie regelt tussen de beleidsafdelingen en stedelijk beheer. En ook zorgt dat burgers gewoon als ze iets indienen, gewoon het verzoek van, goh, kun je het mij ook zeggen, dat het ook gewoon opgepakt wordt. Kom zo bij je, Walter, even hangen. Kun je even een lijst maken waar alles op staat? Kijk, er is nog heel veel te doen en waar gewerkt wordt volle spaanders. Dat blijkt ook maar weer uit de concrete voorbeelden die hier naar voren komen. Ik wil in ieder geval zeggen dat de SP altijd heel hard geknokt heeft om te zorgen dat de mensen van stedelijk beheer nog steeds ambtenaren zijn en niet zijn uitbesteed. Maar dat neemt niet weg dat er regelmatig nog wel eens dingen verkeerd gaan. En dat ook, ja, zoals je zegt, tussen afdelingen van de gemeente onderling, dat die communicatie er niet is of niet voldoende. En dat daar dus echt verbetering in moet komen. En volgens mij, de voorbeelden die net naar voren zijn gebracht, ja, iedereen weet, hè, het zou fijn zijn als iemand water geeft aan een boom, dat hij dan de rest ook meeneemt. Nou, laten we daar op inzetten de komende jaren, zodat we gewoon vanuit een holistische visie zorgen dat die stad samen met de bewoners mooier, groener en leefbaarder wordt. Wil je daarop reageren, Pieter? Nou ja, dat past inderdaad echt in samen je stad mooier maken. Daar moet je goed in communiceren, dus ja, dit lijkt mij zeker wel. Walter, er is ook in de voorbereiding van dit debat gesteld, ja, je moet gewoon onconventionele maatregelen nemen om dat groen in de wijk nou eens echt goed aan te pakken. Reguluw hebben we al gehoord als nieuw voorbeeld. Regel luw vergroenen hebben we al gehoord, als, ja, misschien om dat te doorbreken. Ja, en verantwoordelijk, hè, ook het voorbeeld van beheer en een klimop en een boom. En het loopt dus blijkbaar ergens niet helemaal lekker tussen beheer en de wijk en de wijkregisseur en de groenregisseur. Dus en dan zijn er zoveel schijven. Maar een radicaal vergroenen klinkt dan ook weer zo... ja, bijna anarchistisch. Volgens mij moet het wel wat leuker brengen. En noem het liever creatief of experimenteel. Dit hele project is een experiment. En in alle experimenten gaan dingen mis. Dus is het dus belangrijk dat je op de juiste momenten weer constateert van, nou, wat is er misgegaan in het experiment? En hoe kunnen we dat nou verbeteren? Nou, volgens mij is nu de opgave inderdaad kijken waar je kan vergroenen. En misschien moet je hier en daar dus beginnen met een experiment. En moet je kijken, van, nou, is er nou ergens een plek in deze wijk? En nogmaals, ik zou vooral even naar het bedrijventerrein ook kijken, wat je daar kan doen. Want dat is ook de wijk. En die ommetjes, die gaan er doorheen. Ja, dan wil je dat toch gewoon
niet over een straat lopen met vrachtwagens en hekken en waar niks gebeurt. Dus volgens mij ligt, daar zou ik dan als eerste gaan kijken naar experimenten. En dat is soms onconventioneel. En dan moet je de gemeente bij betrekken en vragen of die dan inderdaad die tegels eruit halen en met die plank te komen of water. Maar doe het. Mag ik nu even op instellen? Ja. In november. Jo, zometeen als je de microfoon hebt dan graag. Want die heeft nu Roelof. Dus die geeft dan nu. Ik geef hem wel door aan jou, Jo. Het is nu de tweede keer dat vanuit GroenLinks in ieder geval de suggestie wordt gedaan om de wijkvisie. Want die was oorspronkelijk niet over het bedrijventerrein, omdat daar ooit nog een weg gepland stond van de Ringweg Oost. Toen mochten wij dus niet nadenken over het bedrijventerrein. Nu zijn die kansen er wel. En ik hoor graag ook van de andere partijen, want we zitten hier natuurlijk met een hele brede vertegenwoordiging uit de Leidse politiek, van hoe die visies er zijn. Dat zijn bedrijventerreinen natuurlijk, maar het is ook, hoe kunnen we nou die wijkvisie gedachtegang ook gaan benutten om een, het is net even genoemd, een holistische visie op de wijk te krijgen. Namelijk, daar hoort dat bedrijventerrein bij. En wij horen graag van de politiek welke richtingen, ik zeg niet dat het wel zo gaat gebeuren, of moet gebeuren, maar we horen natuurlijk wel graag van de partijen van, ja, wat zijn jullie gedachten daarbij? Dus vandaar. Nou, wie mag ik daar als eerste het woord over geven? Of had je zelf de vraag aan iemand willen stellen? De lijst, die zit hier. Ja, ja, kijk, we hebben al vastgesteld met elkaar dat we bedrijventerreinen, dat daar meer woningen zouden kunnen komen. Dus, en de aanpak zoals we die hebben gehad voor de wijkvisie Zeehoutbuurt, volgens mij moeten we die blijven volgen. Is dat een heel goed voorbeeld voor de rest van de stad. En moeten we op die manier met elkaar verder en zorgen dat we een plan maken waarbij we dan ook het bedrijventerrein betrekken. Het is hier nog een beetje lastig tot nu toe, hè? Niet gelukt. Er is een pilot nu net afgesproken voor de Rozenveldstraat en omgeving. Kunnen we er mee doen? Nou ja, kijk, dat is een concreet voorbeeld waar de gemeente in ieder geval een start maakt. Ik zou niet inzien waarom het hier niet zou kunnen lukken. Dus, en ik zie ontzettend veel positiviteit. Ik zie heel veel mensen die daar druk mee aan de gang willen. Dus volgens mij is dat een hele goede gang van zaken. En moet dat gewoon lukken wat mij betreft. Maar er zijn hier toch ook al heel concrete plannen geweest en ook weer gesneuveld om te gaan wonen op het bedrijventerrein aan de rand. Ja, waar je plannen maakt, kan het ook zo zijn dat het om wat voor reden een keer niet lukt. Maar dat ontslaat je niet van de poging om nog weer met nieuwe plannen toch het uiteindelijk wel te realiseren. Lodi, D66, wonen op het bedrijventerrein? Ja, dat heb ik net al gezegd. Want ik dacht, als je gaat kijken, zeg maar, waar kun je in de buurt nou wel bijbouwen? Nou, je moet dus niet die kleine projecten in de wijk, maar juist kijken bij het bedrijventerrein. Maar gaat het dan ook echt gebeuren de komende jaren? Wordt er echt werk van gemaakt? Ja, maar wat ik ook zei is dat ik vind dat op het moment dat je bij het bedrijventerrein gaat kijken. Kijk, we hebben. De Zeehoutbuurt is echt een voorbeeld van participatie. Dat hebben we al heel vaak gezegd. Ik zag de stelling de laatste was dat de politiek een visie moet gaan maken op het bedrijventerrein. En dan denk ik nee. Want dat moet dus samen. En ik denk, jullie zijn het toonbeeld, jullie nemen het initiatief. We hebben het over burgerparticipatie. Het schiet dan in mijn hoofd. Ik denk eigenlijk aan gemeenteparticipatie. Omdat bijna de ambtenaren ook veel meer zeg maar, met jullie moeten. En dat is ook een leerproces en andersom. Dus dat is juist mooi. Dus ik denk dat dat goed komt. Maar ik vind één ander ding belangrijker. Zeg maar, want we hebben nu heel erg ingezet vanuit dat er ook projectleiders zijn die helpen. Jullie worden met communicatiegroep. Van alles worden jullie op dit moment geholpen als buurt. Maar op een gegeven moment stopt dat ook. En als ik dan kijk, dan weet ik ook zeg maar, dat we de wijkregisseurs bijvoorbeeld hebben. Maar hoeveel werk zij hebben. En ik denk dat we daar ook echt mee moeten gaan kijken. Dat jullie straks één contactpersoon hebben bij de gemeente. En dat je dan er ook makkelijk mee kan schakelen. En dat die ook een positie heeft. Want daar hebben we ook met als raad heel hard voor gevochten. Dat die wijkregisseurs zeg maar, zo hoog in het ambtenarenapparaat zitten. Dat ze daadwerkelijk ook wat te zeggen hebben en ook gehoord worden. Ja, dat zijn dingen. Ik vind eigenlijk, wij als politieke partijen moeten de waakhonden zijn voor jullie. Dat het de Zeehoutbuurt, dat de visie goed uitgevoerd wordt. En als er participatieprocessen zijn, dat je hier aan het begin staat. Daar moeten we echt voor waken. Joost, CDA, over de bedrijventerreinen. Hoef je niet de hoogte in. Nee, dat klopt. Kijk, wat we bijvoorbeeld op de Rozenveldstraat op dit moment zien, is dat daar gestart wordt met wonen op bedrijventerreinen. En bedrijventerreinen en bedrijfsruimte inleiden is op dit moment gewoon schaars.
Wij leveren eigenlijk steeds meer bedrijfsvierkante meters in, ten faveur van woningbouw. En dat, daar kun je je twijfels bij hebben, want hier op bedrijventerrein op dit eiland, daar zitten ook bedrijven die hier al heel erg lang gevestigd zijn. Dus je moet een klein beetje uitkijken met woningen daar toevoegen als dat ten koste gaat van de bedrijvigheid. Want voor die bedrijven betekent het namelijk gewoon dat... Woningen. Je kan toch ook gewoon woningen toevoegen zonder dat het ten koste gaat. Was er niet klaar? Ja, nou, wat volgens mij belangrijk is... Laat het voor jullie instaan. Nee, is dat, hè, kijk, we moeten... We zijn een stad waar ook steeds meer zelfstandigen werken. En er heel veel gewerkt wordt wat prima gecombineerd kan worden met wonen. Dus wat mij nou zo leuk lijkt is... Als je op zo'n bedrijventerrein en aan die rand daarvan... Kijkt hoe je wonen en werken kan combineren. Zit ook in jullie wijkenvisie. Zodat je levendige milieus krijgt. Die met diversiteit aan wonen, werken. En dan zorg je er enerzijds voor dat er voldoende ruimte blijft voor bedrijvigheid. Maar de bedrijvigheid anno 2018 ziet er echt anders uit dan toen die bedrijventerreinen ingericht zijn. En volgens mij is dat uitstekend te combineren met de woningen die we heel hard nodig hebben in onze stad voor iedereen. Kijk, dan maar even doorgaand. Het CDA is niet tegen het toevoegen van nieuwe woningen op bedrijventerreinen, als dat zou kunnen. En als dat bijvoorbeeld, en als dat kan, moeten we dat ook vooral doen. Maar we zien op de Roosevelt-straat, daar zien we dat de bedrijven in de knel zouden kunnen komen op het moment dat we daar woningen gaan toevoegen. Dan zit je met milieucategorieën. Dat betekent voor bepaalde bedrijven die al decennia lang aan Leiden gevestigd zijn, ook jullie werkgelegenheid overigens, dat we die gewoon simpelweg niet meer in de stad de ruimte kunnen bieden. Dus je moet er wel voorzichtig mee zijn dat het niet ten koste gaat van de bedrijven en de arbeidsplekken die we hier op dit, in deze wijk hebben. En niemand, volgens mij even terug naar de discussie die we eerder hadden over hoe richt je dan zo'n wijk in en kun je vergroenen en kun je allerlei faciliteiten toevoegen. Daar is volgens mij helemaal niemand het mee oneens achter deze tafel. En ik vind ook, die discussie moeten jullie volgens mij niet primair met de politiek, maar meer met de ambtenaren voeren. Want wij zijn slechts op hoofdlijnen dat we het college controleren. Dus of u een boom 3 of 4 keer per week water geeft, ja, ik vind het allemaal schitterend. En moet u vooral ook doen, maar volgens mij is dat niet, wij doen dat op hoofdlijnen. En een van de hoofdlijnvragen die hier speelt is, als je woningen gaat toevoegen, en de discussie die je net aanswingelt, als je woningen gaat toevoegen op bedrijventerreinen, levert dat woningen op, maar het kan ook bedrijven in de knel brengen. En dat zijn hier bijvoorbeeld van Duren, echt een, nou Leidser krijg je het ongeveer niet. Ja, als die straks in zijn bedrijvigheid belemmerd wordt, dan betekent dat we van Duren als werkgever gewoon kwijt zijn. En daar is het CDA niet voor. Ik ga even naar de partij Sleutelstad, nieuwe partij, Famke. Ja. Bedankt. Ik heb een, ja, het een en ander natuurlijk aangehoord. En wij hebben wel degelijk als partij Sleutelstad een mening daarover. Ik kan me heel erg aansluiten bij de meeste van deze meningen die nu net allemaal genoemd zijn. Maar er zijn wel een aantal dingen. Wij zijn ook echt voor hoogbouw. Maar dan wel dusdanig dat, ja, dat mensen daar geen last van hebben. Dus dat het zonlicht niet... dat het in ieder geval daar niet ten koste van gaat. Maar dat is toch altijd zo? Ja, nee, dat is niet altijd zo. Want het gebeurt dus regelmatig, net als dus de zelfsingel. Hè, daar hebben de mensen wel degelijk last van. Wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt. Dus waar kan het dan inderdaad wel? En dat kan dus prima in open industriegebieden. En het kan wel degelijk samen met bedrijven die daar zitten. Daar zijn al voorbeelden van. Daar zijn inderdaad al huizen op dit moment. Woonwerk kan daar ook heel goed. Dat is ook wel gebleken. Maar wij missen nog een stukje zorg. Hè. Daar is al eerder wat over gezegd, ook door Annemarie. Sociale achtergrond voor de wijk is weg. Dat kan daar ook heel goed. Er zijn echt heel veel mogelijkheden op het bedrijventerrein wat ons betreft. En dat is misschien gelijk een mooi bruggetje naar die zorg. Want we hebben het nu heel veel gehad over de inrichting van de wijk. Maar er is ook... Dank je wel. Ik krijg een spiekbriefje. Ja, de zorg. Ja. Oh, sorry, Jo. Ik ga eerst even naar Jo Verhoeven. Heb je hem uitgezet? Hallo. Oh ja. Wij hebben met alle partijen in deze wijk op, in november een wijkschouw gehouden. En we hebben alles doorgegeven aan de politiek dat mensen hier op bepaalde punten gewoon steeds vallen. Vooral ouderen. Maar er is nog niks aan gedaan. De lantaarnpalen zijn niet gemaakt op één na. Van, er zijn zoveel punten wat gewoon niet gedaan is. Het is nu al maart. Dus ik weet niet wanneer ze dan... hier de wijk, alles van die wijkschouw in orde gaan maken. Aan wie vraag je dat? Iedereen. Ah, iedereen. Nou, ik sta toevallig achter de wijkwethouder. Marleen. Ja, ik ga het navragen wanneer dat gedaan wordt. Want het is de bedoeling dat na zo'n schouw de dingen die snel kunnen, snel gebeuren. Dus dat ga ik... Christy zit erachter in de zaal. Nu heb ik toch even een petje van de wethouder op. En wij gaan samen snel kijken wanneer dat gebeurt. Ja.
En weet je wat, Pieter die zei net van dat er goede producten afgeleverd worden en die noemde het zelfs single. Ik weet niet of de politiek weet dat in de cel single, op het project cel single 36, er liggen allemaal vier, echt, er liggen nog vier van die containers, weet je, dingen die, waar allemaal benzine in zit, onder. Er liggen heel veel troep onder. Als je daar de aarde op gaat graven, dan komt al die stank wat nu over die, door die aarde weg is gewerkt, komt dat, laten we zeggen, allemaal vrij. Wat gaan jullie dan doen? Want er zit die benzinevaat wat eronder zit. Dat zit er allemaal nog in, want ik sprak vanochtend de oude eigenaar daarvan. En die zegt van, ik maak me echt wel zorgen om de mensen die in de omgeving wonen. Want dan wordt het direct natuurlijk niet goed afgeleverd, die Zelfsingel 36. Wie weet hoe dat zit met die bodem daar? Nou ja, dat is hetzelfde als waar ik nu woon, want daar was de grond ook vervuild. En onderdeel, ja, maar niet bij jou was geen... Nee, bij jou was geen niet, zo erg, niet zo erg zoals bij Zelfsingel 36, maar de grond wordt gesaneerd voordat er gebouwd mag worden. Dus zeg maar, die grond wordt opgeruimd, het wordt afgevoerd, dat gaan ze doen. En dat, ik weet niet in hoeveel mate, maar dat gaan ze wel doen. Dat is wel het voordeel dan van dit project. Ja, maar weet je, het is als ze dan natuurlijk die grond opengooien, dan krijgen we al die stank. Daar gaat het om, worden de mensen dan in de omgeving, net als de Zelfsingel of de Kwijkruin, die moeten wel geïnformeerd worden van wanneer dat is. Nou, of, kijk, dat is trouwens ook wel weer, want je noemt zeg maar, de overlast van de geur dan in ieder geval, maar überhaupt ja, maar weet je, de overlast van wat er gebouwd wordt zo dicht op andere huizen. En dat is de reden waarom je dit soort kleine projecten... Ja, maar er lopen ook allemaal poezen. De Kwijkruin hebben allemaal koeien, katten, de Zelfsingel mensen. Nou, volgens mij gaat het goed komen daar, joh. Wordt opgeruimd. Ik wou het punt zorg is inderdaad heel belangrijk. Wil ik zo naartoe. Maar kijk, wat Jo aangeeft en ook andere mensen is ook van die openbare ruimte. Dat zien mensen direct. Ja, en ik heb er dus echt spijt van dat we daar geen apart wijkvisieproject van gemaakt hebben achteraf. Maar gewoon, wat zien jullie nog voor mogelijkheden in de nieuwe collegeperiode? Hè, dat wijkvisiegeld, dat is uitgegeven. Wat zien jullie nou voor mogelijkheden om die wijk toch een beetje mooier nog te maken? Zodat mensen ervaren dat de boel is opgeknapt. Hè? Dus straks een mooi park, dus is straks het hier opgeknapt. Maar die woonomgeving, ja, ik krijg daar mails van mensen. Van, hè, dat is wel, de ervaring is negatief. Moet maar negatief. Joen. Ja, ik wil hierbij dan graag aansluiten op de woorden net van Lodi. De vorige keer, dat hij zei van, ja, de wijkvisie moet gewoon hoog in de ambtelijke keten komen. En de wijkmanagers moeten hoog in de keten komen. Maar wat ook zou helpen, denk ik, is als wijkverenigingen gewoon serieuzer worden genomen. En makkelijker contact te hebben en ook de tijd ervoor krijgen om te doen. Ik kom zelf uit de studentenwereld en had je dan als bestuur, kreeg je een vergoeding om een jaar lang je bestuur te besturen. Dus je vereniging te besturen. Dat zou dus ook misschien een optie kunnen zijn voor wijkvereniging. Dat je gewoon zegt van, nou ja, want ik weet, jij en Cor, die hebben echt soms dagtaken aan die wijkvisie gedaan. Dat kan je eigenlijk niet verlangen van een burger. Ik bedoel, raadsleden doen iets voor de stad, krijgen vergoeding. Daar ben ik helemaal mee eens hoor. Maar als mensen in de wijk zeggen van, we doen iets voor een wijk, vind ik, en zeker als het meer is dan een avondje in de week vergaderen, vind ik het, zou het mij een goed initiatief lijken als daar een vergoeding tegenover komt. Waardoor je gewoon meer kan doen. En dat groenfonds, moet dat dan bij de gemeente liggen? Of kan je zeggen, van, nou ja, elke wijk krijgt gewoon een x-bedrag daarvoor sowieso naar eigen inzicht dan de wijk te vergroenen. En dan komen ook de ideeën vanuit de wijk, makkelijk bij de wijkvereniging, kunnen snel worden aangepakt. Als je dat aandoet. Volgens mij weet Marleen meer hiervan. Nou, ik ben het daarmee eens. We vragen echt heel veel van mensen als er zo'n wijkvisie ligt. En dan is het de wijkvisie. En ik heb er ook veel gesprekken over gevoerd met Annemarie in de wijkvereniging. Het maken van die plannen, dat gaat dan nog wel. Maar dan de uitvoering en daarop blijven sturen. Dus volgens mij zijn twee dingen belangrijk. Dat is nadenken over, als je echt vindt hè, dat de wijkverenigingen, maar ook meer bewoners aan het stuur moeten komen. Of er ook niet meer budgetten naar die wijkcomité's of verenigingen moeten. Zodat ze echt zelf meer zeggenschap hebben. Misschien zelfs in het sociale domein zou ik dat ook een interessant vinden. Maar daar komen we misschien zo op punt vinden. En het andere is dat wij ook als Partij van de Arbeid zien dat we heel veel vrijwilligers, maar ook professionals in onze stad, toch wel lichtelijk gaan overvragen. Dus waar wij voor zijn is dat we 100, wij noemen het nu sleutelbanen, daarbij krijgen, publieke banen, om al die professionals in onze stad in de buurthuizen, in de sportparken, maar ook in de zorg de extra handen aan het bed te helpen. Want je hebt een soort van vaste basis nodig om als vrijwilliger je werk goed te kunnen doen. Ik vind het allemaal heel mooi, maar ik bedoel het niet.
Nou, ik bedoelde, en ik zal nu eventjes wat anders vragen. Kijk, gewoon Portaal heeft gewoon hier de Oosterhof gebouwd. En hopelijk bouwen ze heel binnenkort, hoop ik echt, Jet, die andere huizen. Zou het nou eigenlijk niet een idee zijn om gewoon standaard, als er huizen in een buurt gerenoveerd worden, of huizen, dat sprake is van sloopnieuwbouw, dat gewoon de gemeente samenwerkt met de corporatie, om gewoon de openbare ruimte één keer op te knappen. Dan heb je namelijk ook ruimte voor nieuwe bomen en die kabels en leidingen. En dan kan je een klimaatadaptatie doen. En nu is het dus achteraf passen en meten met boompjes. Passen achteraf voor de klimaatadaptatie. Ja, die griffeltuintjes, heel leuk hoor. Maar we hebben gewoon dat weinig effect, vind ik zelf. En ja, dus bewoners klagen tegen mij. Die zien gewoon 11 bomen. En die zien gewoon een openbare ruimte die er nog steeds even slecht uitziet als 10 jaar geleden. Dat is het punt. Ja, ik snap denk ik nu wat je bedoelt. En eerlijkheidsgebied te zeggen, we hebben die wijkvisie, daar hebben we 2 miljoen voor beschikbaar gesteld. Dus en daar zijn we, meer, ja, zijn we mee aan de slag gegaan. En ik denk echt dat het er straks, als we wat verder zijn, mooi uitziet. Maar waar we nog niet toe in staat zijn, en dat zouden we echt beter moeten doen, is om veel flexibeler om te gaan met wanneer we wat in de stad gaan opknappen. We hebben nu een soort van 10-jaren plan of 20-jaren plan van dan is die wijk aan de beurt, dan is die wijk aan de beurt. En we hebben nog niet de flexibiliteit, en dat zou wel moeten, dat als we ergens aan de slag gaan, we zeggen, nou, we gaan met voorrang nu deze wijk doen, want dat is de kans. En dat is de slag die we echt als gemeente nog moeten maken. Ja, maar het gaat niet alleen over opnieuw inrichten of beter inrichten, maar het gaat ook om herstel. Bij die wijkschouw, ik heb bijvoorbeeld gemeld dat een bepaalde afvalhondenpoepenbak ontploft is met... en dat die vernield moet worden, er staat er nog steeds geen. Ja, snap je? Dat moet gewoon meteen ook gedaan worden. Er zijn allerlei dingen bij die wijkschouw gezegd. En bij ons is er een fietsenklem die zeg maar zorgt dat auto's daarin blijven haken. Als ze er op het plein rijden. Maar volgens mij heeft Marleen dat al gezegd, dat gaan we gewoon doen. Want er gaat zo'n wijkschouw moet gewoon snel opgelost worden. Ik geef het naar Walter, jullie hebben al reageren. Nou ja, precies wat net gezegd wordt en als het gaat om experiment. En ik hoop heel erg dat in de centrale blokken van de Kooi wel gaat gebeuren. Die gaan gerenoveerd worden, is groot draagvlak voor sleutels gaat dat doen. GroenLinks en met iedereen in de raad heeft gevraagd, richt nou in godsnaam, als je dat gaat doen, ook meteen die binnengebieden klimaatadaptief in. Zodat je het hemelwater opvangt en niet het riool ingooit. Want dat is natuurlijk het probleem, of dat was het probleem in de Kooi. Om je heen zie je dat eigenlijk nou niet echt geslaagd is. Het is nog steeds heel stenig. Dus ja, zo moet je het doen. Als je gaat renoveren, als je gaat nieuwbouwen, koppel alles wat hemelwater is af. Voer dat ergens naartoe. Laat het zien. Gebruik het. En dat kost misschien wat meer geld. Dat snap ik. Maar uiteindelijk komt de leefbaarheid ten goede in de wijk. Mensen, nou, net wat Jeroen zegt, je leeft langer. Dus het levert ook echt wat op. En wat in de Kooi kan, dat kan hier volgens mij ook. Ik ga nog even naar Han, maar ik wil daarna toch ook echt dit onderwerp afronden. Want we hebben nog maar een kwartiertje ongeveer. En we moeten nog een heel ander belangrijk punt ook behandelen. Wat ik zou willen zeggen, kijk... Al dit soort punten, hè, over de inrichting van de wijk. En ik voelde de energie en ik voelde de betrokkenheid van mensen. Zorg dat je ons als raadsleden daarvan op de hoogte stelt. Want dan kunnen we daar gewoon meer mee aan de slag. En ik ben in ieder geval 24/7 voor jullie beschikbaar. Dus al bel je me midden in de nacht, dan geef ik je een antwoord. Schrijf even je nummer op je bordje erbij. Ik heb nog wel een vraagje. Zeg even wie je bent. Van Putten. Ik heb wel een vraagje aan iedereen die achter deze tafel zit. Met betrekking tot het bedrijventerrein. Ik hoor hele mooie verhalen van bedrijven en wonen. Maar volgens mij zit er nog steeds een bestemming op dat het bedrijf is. Dus ik wil graag van de politiek, van alle politieke partijen vernemen. Wat ze in deze komende periode gaan veranderen aan dat bestemmingsplan. Nou Walter, ik sta toevallig achter jou, dus ik begin even bij jou. Ja, het staat ook gewoon knalhard in ons verkiezingsprogramma. Dat bedrijventerreinen, waar dat kan, dat je daar echt moet gaan kijken hoe je daar woning kan toevoegen. En in die zin moet je dat dus wel, hè, daar is de politiek wel nodig. Dat is echt iets, jullie kunnen als wijkvereniging geen bestemmingsplan veranderen. Dus je hebt wel degelijk de politiek nodig om bedrijventerreinen waard een levendig, groen en dynamisch gebied te maken.
En ja, dan moeten we dus gewoon knalhard dat ze bestemmingsplan gaan veranderen. Ja, flexibel en flexibel maken. En dat kan. Ja, dat begrijp ik. Maar het is al jarenlang zo dat nog steeds het bestemmingsindustrie of weet ik wat het ook mag zijn. Dus ja. Ik vind het heel leuk voor de bühne dit nu klinken. Nou ja, maar wij zitten in oppositie. En ik ben niet degene, GroenLinks is niet degene die het initiatief heeft kunnen nemen om dat bestemmingsplan te veranderen. En bij de Roosterveldstraat, gelukkig doet het college dat nu wel. En wij hebben daarbij het bedrijventerrein De Waard hebben we daar regelmatig gevraagd. Hebben het ook gezegd, doe dat nou. Maar ja, als je in oppositie zit en een wethouder doet het niet, ja, dan gebeurt het niet. Okay, ja, ik ga even heel snel iedereen af, want anders dan lukt dat niet. De SP, wat vinden jullie? Bestemming van het bedrijventerrein? Nou, dan moeten we nog eens goed naar kijken. Ik ken uw persoonlijke situatie niet, meneer, maar ik ga graag met u in overleg. Want uiteindelijk is de SP wel voorstander om meer woningen op bedrijventerrein te realiseren. Okay. Ja? ChristenUnie. Als we als gemeente vergunningen afgeven om af te wijken van bestemmingsplannen ten behoeve van grote bouwprojecten of andere grote projecten, dan moeten we zeker ook, waar het heel erg belangrijk is, met elkaar om de tafel om bestemmingsplannen waar dat kan ook te veranderen. Als we het één doen, dan moeten we ook nadenken over het andere. Partij voor de Dieren. Als er een wens is en er zijn mogelijkheden, dan moet zoiets kunnen. D66. Ja, drie dingen belangrijk. 1. De omgevingswet komt eraan. Dat is een landelijke wet die het ook makkelijker gaat maken op deze manier van bestemmingsplannen. Dat gaat echt veranderen. Dat duurt nog heel lang voordat het er is, maar dat is wel even de toekomst. Ik vind het belangrijk dat het weet. Het tweede is dat je kan als raadslid kunnen we hier gewoon het initiatief opnemen. Maar dat begint bij het derde punt, bij een plan, bij een visie. En dat werd al eerder gezet. Ik vind ook echt dat er moet komen. We hebben nu een pilot bij de Roosterveldstraat. Belangrijk is dat we dat vooral samen met de inwoners doen. Want ik vind ook echt, ja, politiek kan een bedrijfsvisie doen daar op het bedrijventerrein. Maar dat moet samen met de inwoners. En ja, Walter, samen met de bedrijven, met elkaar. Ja, kijk, als de politiek ergens over gaat, dan is het die bestemmingsplannen. En als je dat dus anders wil met elkaar, dan kun je het regelen. Belangrijk is daarna wel dat je beeld hebt, 1, wat je gaat doen, die visie. En dat je de partijen om tafel hebt die daar iets kunnen doen. Want wij kunnen hier wel met z'n allen zeggen, wij willen dat daar. Maar daar zitten nu wel bedrijven en die moeten we wel meekrijgen in dit verhaal. Dus het hier willen is nog niet genoeg, maar daar begint het wel. Ja, maar daar zitten ook eigenaren op. Dus je moet altijd wel kijken wat je met de eigenaren, soms is dat de gemeente en een ontwikkelaar, voor elkaar krijgt. En dan helpt het als je weet wat je wilt. Want dan kan je gericht gaan zoeken. En het CDA? Ja, als de vraag is, gaan we het bestemmingsplan wijzigen, dan is het uiteraard heel erg belangrijk dat je met bewoners en met de omgeving, met bedrijven, et cetera, in gesprek gaat om te kijken wat we er dan mee moeten. Maar op voorhand zeggen, we gaan het bestemmingsplan wijzigen om bijvoorbeeld woningbouw daartoe te staan en de bedrijven daar eigenlijk in een lastig pakket te brengen, daar is het CDA in ieder geval niet voor. We hebben naast bewoners in onze stad en allerlei andere mensen die actief zijn in onze stad ook nog bedrijven. Die niet alleen geld voor onze stad verdienen, maar ook nog arbeidsplaatsen opleveren. En als we daar geen alternatief voor hebben om ze bijvoorbeeld uit te plaatsen, die hebben we op dit moment in Leiden niet, dan ziet het CDA niet zitten om het bestemmingsplan te wijzigen in ten faveur van wonen. En heeft de partij Sleutelstad hier gedachten over? Ja, uiteraard hebben wij daar gedachten over. Ik moet me toch aansluiten bij de eerdere partijen, in dit geval dan van alle andere partijen. Ik denk wel degelijk dat er mogelijkheden zijn. Je moet zeker in gesprek ook met de bedrijven. Dat ben ik ook eens met mijn buurman. Maar er zijn wel plekken waar deze bedrijven heen kunnen. Die zijn er degelijk. Er zijn nog wel gebieden waar ze naartoe kunnen. Dat zal ik zo eventjes met u bespreken. Maar zeker is het belangrijk dat er gesproken wordt met elkaar. En dan denk ik ook dat er gewoon echt wel mogelijkheden zijn. Absoluut. Heeft u een beetje antwoord gekregen, meneer Van Putten? Ja, gedeeltelijk wel, ja. Ik moet het allemaal zien gaan gebeuren. Wat wilt u eigenlijk? Wat hoopt u? Nou ja, wat mij duidelijk is dat er gewoon een bestemmingsplan ligt. En zolang dat bestemmingsplan dus niet gewijzigd wordt, dan is het heel leuk om allerlei visie hierop los te laten. Maar er gebeurt helemaal niets. Kijk, wat moet eerst daadwerkelijk een bestemmingsplan wijzigen en plaatsgevonden, voordat je invulling kan gaan geven. En het is hartstikke leuk om te zeggen, we gaan dit of we gaan dat of we gaan die kant op. Maar zolang die bestemming van toepassing is, kan er niets gebeuren. Dat is vandaar dat ik de reactie van al deze mensen graag wilde hebben. Een andere vraag wat ik wilde hebben, we hebben het over bomen en dergelijke gehad. Ik heb Wijnschouwen, dit is de eerste keer dat ik hier zit. Ik wil graag iets weer weten over die containers die in de straat geplaatst zijn, in plaats van die... Die ondergrondse containers. Ja, precies. En op welke wijze dat tot stand is gekomen. Ik heb daar een aantal keren contact over gehad met de gemeente, wat de...
maximale afstand is tot een container waarvoor je moet komen. En wat blijkt, in deze wijk zijn gewoon bewoners vergeten waar ze wonen. En daar is niets meer aan te doen voor wat betreft. In de Eventstraat moeten nog twee bakken gerealiseerd worden ondergronds. En het plan ligt vast en daar is geen mogelijkheid meer om daar wijziging in te brengen. En ik wil graag weten, ook van deze politieke mensen, hoe ze daar tegenover staan. En waar heb ik het over? Op mensen die op de Rijnkade wonen. 19, 18, 17. Die moeten nu te ver lopen. Ja, die zitten op 200, 250 meter naar de dichtstbijzijnde bak. En als je dan hebt van mensen die in de 80 jaar zijn, dan vind ik dat wel heel bijzonder. En op het moment dat je daar dus mee komt, dan zeg je, ja, maar de plannen zijn al klaar. En dan gaan we niks meer aan veranderen. Ik vind dat heel bijzonder. Als we het hebben over bomen, terecht, overig. Maar je praat hier ook over mensen. Kan daar hier iemand een concreet antwoord op geven? Ik ben bang eigenlijk van niets, maar... Kijk, raadsleden gaan niet tot op het niveau van de vuilnisbakken bepalen waar die komen of wel of niet. Maar goed, u brengt iets naar voren. U zegt van hou rekening met mensen en de leeftijd van mensen. En het huis waar ze wonen ten opzichte van waar ze hun vuilnis kwijt kunnen. Ja, dat lijkt me iets wat terecht is. En waarover je met elkaar in gesprek moet. En ik hoop dat er toch vanuit de gemeente de bereidheid is om daar dat gesprek te voeren. En te zien of dat er aanpassingen op zo'n plan gemaakt moeten worden. Maar wij als raadsleden hebben niet goedkeuring gegeven van daar wel, daar niet. En dus... Nou, ze hebben het in ieder geval allemaal gehoord. Annemarie kan een heel kort antwoord geven. Heel kort. En gaan we nog een stelling behandelen? Of ook heel kort dan nog? Ja. Stelling 6. Ja. Nee, over de containers kan Annemarie antwoorden. Ik weet wel van dat we als wijkvereniging toen gereageerd hebben dat inderdaad die 200 meter grens belangrijk was. Maar ik heb niet meer precies in de gaten gehouden van waar elke container geplaatst is. En, er is een openbare bijeenkomst geweest, een bewonersbijeenkomst, waar bewoners ook aanwezig zijn geweest. En die hebben ook later bezwaren ingediend tegen bepaalde plekken. Ik heb zelf ook een bezwaarschrift ingediend. Maar mijn moeder heeft namelijk geen uitnodiging. Die wordt nergens mee. Nou, alle partijen hebben het gehoord. Het is een probleem. Er gaat vast iemand vragen aan de wethouder hoe het zit en of het geregeld kan worden. We gaan naar ons laatste onderwerp van deze middag, zorg en welzijn. Dat is een beetje kwetsbaar in deze wijk, omdat de wijk nou eenmaal niet zo groot is. Is dat heel ingewikkeld om dat allemaal financieel rond te breien? Het is er wel, maar bijvoorbeeld door middel van een steunpunt in de Ruiterstraat met geld voor 1 jaar. En dat jaar is geloof ik al om, hè, Annemarie? Nee, het gaat opnieuw in. Oh, het gaat wel opnieuw in. Ik begin bij jou, Han. Ja, zorg en welzijn volgens mij het belangrijkste punt van allemaal. Want het gaat over samenleven en zorgen dat mensen in deze wijk gewoon kunnen blijven wonen. Zoals ze al heel lang doen. Hè. De sociale structuren en de families wonen hier heel lang bij elkaar. Dus ja, dat is gewoon het belangrijkste punt van de verkiezingen wat mij betreft. En vanuit het Rijk worden we... geconfronteerd met enorme bezuinigingen. Maar we hebben wel in Leiden in ieder geval gezorgd dat zorg en welzijn laagdrempelig zijn. Dus we moeten inderdaad die steunpunten in de wijk met de wijk, mensen die er zijn voor de wijk, de zorgvragen kunnen oplossen. Nou ja, daar hebben we aan gewerkt. Zeker Roos van Gelderen. We zijn een van de beste 4 gemeente in het land als het gaat om de uitvoering van de WMO, dus de wet maatschappelijke ondersteuning. Maar het kan altijd meer, het kan altijd beter. Dat is wat ik over te zeggen. Pieter, en vooral ook, hoe zorg je dan dat het er blijft? Niet alleen op wijkniveau, maar ook op buurtniveau. Precies, want wat de ChristenUnie betreft gaat het echt om maatwerken. Die zorg die we als gemeente uitvoeren, het is heel erg belangrijk dat we dat dat we maatwerk leveren. En hoe kunnen we dat doen? Door in te schatten en goed te monitoren wat er ook speelt in die wijken en in die buurten. Dat betekent dat het aantal mensen dat daar nu in werkzaam is, ik begrijp, we hebben een aantal wijkregisseurs, die hebben een heel groot gebied wat ze moeten beslaan. En het risico is dus dat maatwerk daar onvoldoende mogelijk is. Dus daar moeten we echt mensen bij. En dat betekent dat dat geld kost. Maar wat ChristenUnie betreft, en ik neem aan dat een aantal andere partijen dat zeker bij mij eens zijn, niet goedkope zorg, maar goede zorg moet het uitgangspunt zijn. En dat mag ons, het is een kerntaak, dus het mag ons ook wel wat kosten. Walter, eens? Ja, eens, zeker.
Waar gaat het om? Voor iedereen goede en betaalbare zorg. En dus ook voor deze wijk. En dus inderdaad, hoe kleinschaliger en hoe meer maatwerk, hoe beter. Dat geldt dus ook voor persoonlijke budgetten, om dat op die manier uit te geven. Wat GroenLinks ook belangrijk vindt, is de rol van sociale wijkteams en jeugdgezinsteams. Je ziet dat die nu toch nog te veel afwachtend zijn. Terwijl je, en dan hebben we het ook over schuldhulpverlening, bijvoorbeeld mensen die problemen hebben met financieel rond te komen. Hoe eerder je die mensen meeneemt, oppakt en ondersteunt, hoe sneller je ze helpt. En uiteindelijk is dat ook goed voor de gemeentekas, omdat als het uit de hand loopt, dan kost het eigenlijk allemaal nog veel meer. Dus er moet eigenlijk geld bij om die jeugd- en gezinsteams en de sociale wijkteams en die schuldhulpverlening, om dat sneller te doen, zodat de problemen niet later komen. En dat moet je, dat kan je alleen maar op wijkniveau doen, dat kan je niet overleden. Dus hoe kleiner, hoe beter. Hoe garandeer je dat, Jeroen? Ja, garandeer je dat de toezichten ophouden, kijken of wat men wil, de maatwerken in de wijken, de wijkteams, dat de ontwikkelingen zijn, zo werk het er zicht op hebben, en het is nooit mijn specialiteit geweest, op zich goed en nobel in Leiden. En moeten we er wel voor zorgen dat het ook in deze kleine wijk behouden blijft. Aan de overkant van de Singel zit een buurthuis, de Pankrat. We hebben al eens gehoord van, kunnen die mensen hier niet naartoe komen? Nou, ik ben blij dat je dat gelijk vraagt, want dat is natuurlijk het voorbeeld. Kijk, dit gebouw wordt zo meteen verbouwd. En ik vind het al prachtig om te horen dat je die zelfs in die verbouwing wel rekening houdt. Dat je een plek hier in dit gebouw creëert voor het sociale wijkteam. Ja, dan vind ik het echt belangrijk dat het sociale wijkteam, zeg maar, niet alleen vandaar, want ze zitten ook bij de Oranjestraat, de Oranjegracht. Dat ze ook hierheen komen. Want ja, dat is de slimme manier. Ik ben zelf opbouwwerker geweest in Den Haag. Ik vind het ook mooi. We hebben het niet over veiligheid gehad, maar dat de wijkagent hier is. Weet je wil mensen die je dichtbij hebt, omdat je die kent. En die kennen de wijk. En datzelfde geldt voor het sociale wijkteam. Die wil je zien. Je wil je wijkagent kennen. Je wil je welzijnswerkers herkennen. Je wil je wijkregisseur kennen, die overigens geen zorg doet. Maar dat is belangrijk. Dicht bij mensen. Nou, we hebben als gemeente die taken van het Rijk gekregen om het dicht bij mensen te organiseren. Laten we het dan ook doen en laten we er ook vooral voor zorgen dat het sociale wijkteam hier ook gewoon in dit gebouw kan komen. Marleen, er is niet echt heel structureel geld voor dit soort zaken nu. Nee, maar het gaat dan vooral om de manier waarop het sociale wijkteam werkt. We hebben nu 10 sociale wijkteams over de hele stad. En ja, ik weet ook dat de vraag van deze wijk is van, ja, maar kunnen ze hier ook gewoon wel aanwezig en zichtbaar zijn? En wat volgens mij heel belangrijk is misschien niet eens, fijn dat ze hier kunnen komen zitten, maar nog veel belangrijker is dat ze erop afgaan en de wijk ingaan en weten wat er speelt. En dan heb je dus niet in iedere buurt, want dat is gewoon echt niet te doen, een heel wijkteam nodig, maar je hebt mensen nodig die vanuit die 10 teams de wijken ingaan, wat mij betreft ook veel sneller achter de voordeur komen. Daar doen wij nu een aantal experimenten mee in de stad om er vroeg bij te zijn. He, want als je er vroeg bij bent, dan kan dat later een hele hoop ellende bij mensen schelen. En doordat die mensen hier actief aanwezig zijn, samen met de netwerken van bijvoorbeeld de wijkagent, de wijkbeheerder, de wijktoezichthouder, creëer je netwerken van professionals die samen met de vrijwilligers in de wijk gewoon weten wat er speelt. En erop afgaan als het nodig is. En dat is vooral ook een andere manier van werken. Dus Joost, als uit die evaluatie die er ook gaat komen van de sociale wijkteam blijkt dat het toch echt wel heel belangrijk is om het ook kleinschalig op buurtniveau te regelen. Moet er dan ook echt geld blijvend komen? Nou, dat is altijd weer de financiële vraag. Je kan natuurlijk nog op heel veel andere manieren ook zorg verlenen. Maar eerst even terug bij wat er net gezegd werd over de wijk. En over de faciliteiten dicht bij mensen in de wijk. Daar is het CDA ook voor. Daar zijn we volgens mij allemaal wel voor. Wij vinden het heel belangrijk als het om zorg gaat dat er maatwerk geleverd wordt. Dus dat je dat niet ziet als een soort containerbegrip. Maar dat je toch vooral gaat kijken naar wat er in wijken zoals deze gevraagd wordt. En dan is het heel erg goed dat die faciliteiten hier ook aanwezig zijn. En blijven. Als dat kan, dan moeten we dat zeker doen. Als dat de financier is, moeten we dat ook zeker doen. Maar goed, geld is schaars, dus je moet daar ook kritisch op blijven. Belangrijker nog is ook, en dat is iets wat het CDA altijd nauw aan het hart gaat, het zijn de mantelzorgers. Ik vind ook dat, het zal deze wijk ongetwijfeld ook zo zijn, is dat er veel mantelzorg gedaan wordt. Daar moet je dus geen belemmeringen op werpen, die moet je ruim baan geven, die moet je ondersteunen waar dat kan. Dan sluit ik dit rondje eerst even af bij Frank Thijs Bolterstad.
Ja, het is allemaal heel mooi, maar ik vind het vooral heel onverantwoordelijk en gek dat er gewoon geen welzijnsorganisatie in deze wijk is, moet ik heel eerlijk zeggen. En ook geen wijkteam. Ja, het baart me zorgen, dus het lijkt me zeker dat het op wijkniveau er zou moeten zijn. Dus daar moet absoluut naar gekeken worden. Mag jij wel wat op zeggen? Ja, een hoop eensgezinde reacties achter de tafel, Jan. Ja, het is namelijk zo dat hier de bepaalde vaste mensen die in deze buurt wonen, dat weet Marleen weet dat heel goed, en Walter en Han, dat hier vaste bewoners de hele wijk doorlopen om steeds te kijken of de mensen de gordijnen open hebben, weet ik het wat. En nu wat ook Marleen en Walter en Han zeggen, dat je nu als wij als vaste groep, wie iedereen in de raad houdt, je kan nergens meer terecht. Of daar wat aan gedaan wordt. Wat wij als vaste bewoners, wie de mensen dus op letten zien en dat daar achter de voordeur wat gebeurd is. Wij hebben geen eens meer nummers. Je wil dat je dan ergens terecht kan als je iets signaleert? Ja, dat was voordat er hier mensen waren, bijvoorbeeld in de infopunt Ruiter, hadden wij 06 nummers, ook in het weekend. Dat we dan konden inspringen of konden bellen als de kinderen niet te bereiken waren. Maar die nummers hebben wij helemaal niet meer. Er is gewoon niemand meer. Kijk, als het gaat om het vinden van de nummers. En het is hartstikke goed dat jullie je medebewoners eigenlijk helpt, ondersteunt. En gewoon snel laat horen als je denkt dat er iets misgaat. Dus dat is de prijs. Dat is echt fantastisch. Maar die nummers die moeten gewoon te achterhalen zijn. Die nummers die wij hadden. Ja, precies, die zijn er niet meer. Nou ja, goed, maar dan moet je daar zorgen dat er andere nummers zijn die je kunt bellen. Zodat er uiteindelijk als er professionele hulp nodig is voor mensen, dat die geboden wordt. En overigens, ja, het is echt wel een kenmerk van deze wijk. En jullie kennen elkaar, er zijn plekken om elkaar te ontmoeten. Het feit dat er hier de speeltuin nog weer opgeknapt wordt. Ja, laat het een ontmoetingsplek zijn en zorg dichtbij is gewoon ontzettend van belang. Zag ik jouw vinger, Joost? Ja. Ja, ik vind het, om eerlijk te zijn, wel echt gaaf te horen dat jullie dat... ik kom niet uit deze wijk, zo ontzettend bekend ben ik hier niet. Ik ben wel een Leijenaar, maar zo vaak kom ik hier dan niet. Ik vind het wel echt gaaf om te horen dat jullie die sociale controle, om maar even zo te zeggen, in de wijk doen. Het is echt ontzettend gaaf om gewoon op je buren te blijven letten, om te kijken wat er precies gebeurt. Het was zelfs zo erg dat ik s'ochtends om 17:15 merkte dat er een woning in de Munnikenstraat gewoon alle leidingen kapot waren, dat die helemaal onderstroomde. Dus dat kon ik gelijk. Ja, dat is ontzettend. Kijk, dat is betrokkenheid bij je buurt. Daar kunnen wij volgens mij allemaal niet tegen zijn. In algemene zin wil ik er iets aan toevoegen. En dat is dat helaas niet in heel Leiden zo is. Hè. Er zijn ook nog steeds in Leiden mensen die wel ongezien zijn. En dat is de reden waarom wij samen met minister Hugo de Jonge in Leiden ook het plan Eenzaamheid onder Ouderen hebben gelanceerd. Juist omdat er ook mensen zijn die deze sociale controle in de wijk niet hebben. En wij vinden het dan ook heel erg belangrijk dat ook de gemeente daarin een rol gaat spelen om dat rondje door de buurt als het ware bij 75-plussers in Leiden ook als gemeente te maken. Eens in het jaar deze mensen bezoeken om te kijken hoe het gaat. Om gewoon eens eventjes, zoals Marleen zegt, binnen te komen kijken hoe het gaat met deze mensen. Ze eventueel te koppelen aan verenigingen of aan instellingen waar ze uit die anonimiteit getrokken kunnen worden. Dus wat het CDA betreft is dat voor de komende periode heel belangrijk dat we de eenzaamheid onder ouderen ook gaan bestrijden. En daar was dat punt op. Ja, maar ik bedoel ook, wij doen het al tientallen jaren, die bewoners. Ze weten, die instanties weten dat wij dat doen. Ze hebben onze 06-nummers, voor mij dan, Pieters 071. Hun gaan zelf niet tegen ons zeggen, joh, die halen we uit de wijk. Je kan naar dat nummer bellen. Dat hebben ze nooit gedaan. Misschien kunnen jullie zo meteen nog bij de bar wat regelen, want het is inmiddels 5:00 geweest. Ik wilde nog niet helemaal afronden, want ik wilde nog even kijken in de zaal of er nog bijvoorbeeld keiharde toezeggingen zijn die jullie hier achter deze tafel los willen krijgen. Ja, dus Jo, die hebt dat al gesignaleerd, verleden week zondag, na die vorst dat het... Die overstromende woning. Het was gelukkig... Leegstaande woning, hè? Leegstaande woning. Maar in het weekend is Portaal dus niet bereikbaar. Is daar wat aan? Ja, het is jouw 06-nummer. Ja, want ik hoor ook mensen met waar de verwarming uitvalt, dat die dus moeten wachten tot de andere dag. Volgens mij kan je hier wel iets toe zeggen, toch? Ja, maar dat is niet normaal dat wij in het weekend niet bereikbaar zijn. Wij zijn normaal gesproken wel bereikbaar. Het is een heel raar weekend geweest, denk ik. Ja, maar niet...
Ik nam dat nummer voor dat ik ineens een privé-nummer heb. Dat klopt dat wij niet bereikbaar waren, maar dat is niet normaal. Dus normaal gesproken zijn wij gewoon bereikbaar. Oké, dat was een incident dus. Maar ik hoor dus van mensen die bellen 11 uur en die horen dan, u wordt teruggebeld. En vervolgens worden ze dus pas om 6-8 uur 's avonds teruggebeld. Dat moet toch echt veranderen? Dat weet ik niet allemaal van elk belletje, want we hebben duizenden telefoontjes. Ja, iets voor het to-do-lijstje. Maar ja, zieke mensen die dus oud zijn en in de kou zitten, is dus niet normaal. Dat was mijn vraag. Ik wil niet langer houden, maar ik... Zal ik jou dan het laatste woord geven, Annemarie? Ik zou heel graag... ik hoop dat jullie gewoon toch iets geld over hebben voor de openbare ruimte in de Zeeuwenbuurt. Zelfs al is het geen wijkvisie project, maar dat er toch gewoon in de nieuwe collegeperiode gekeken gaat worden naar de openbare ruimte. Want ik vind het zo zonde dat het niet goed is afgerond. Lodi regelt dat. Ja, met z'n allen. Kijk, 2018 is natuurlijk gewoon een belangrijk jaar. En voor ons is het natuurlijk gelijk de verkiezingen. Maar vooral voor de wijk is het denk ik met name dat al die plannen die er zijn, dat het nou ook echt gaat beginnen. Het staat het najaar. En toen is het door 2019 het mooiste jaar, want dan wordt het opgeleverd. Komt dit coalitieakkoord, hoor ik. Dat het opgeleverd wordt. Nou ja, dat hoeven we niks meer te doen. Dat gaat nu gaan gebeuren als het goed is. Maar ik heb wel iets gehoord vandaag bij alle partijen. In ieder geval leuk dat ons spontaan idee om een pilot... regulier vergroenen in de Zeeheldenbuurt. Dat is echt iets wat we gewoon even verder nader uit moeten werken. Met elkaar, maar ook met jullie. Dus dat gaan we, wat mij betreft gaan we dat gewoon doen. En dat is iets wat je concreet mee kan nemen. En natuurlijk blijft er aandacht voor. En er zijn gewoon de winstpunten te behalen. Als het gaat om herinrichting, dat je het slim doet, dat je het vooral met elkaar doet. Jullie zijn daar een toonbeeld van. En ik denk ook dat jullie ons de komende jaren daar nog scherper in gaan houden dan we zelf nog willen. Ja, even op de vraag ingaan van Annemarie. Die zegt van, willen jullie je hard maken om, als we dan aan de slag gaan, hier ook die openbare ruimte in één keer goed aan te pakken. Kijk, ik weet dat het geld er nu niet is. Dat hebben we ook al eerder in het gesprek met elkaar gewisseld. Maar wat we wel kunnen doen, is dus kijken of we flexibeler budget, of we dingen naar voren kunnen schuiven. Dus volgens mij is dat al in ieder geval, kunnen we dat in termen van toezeggingen wel doen. Zodat we veel sneller, of slimmer zeg maar, goed hè, je zou bijna denken, na 4 jaar is het ook een echte politica. Maar daar, weet ik niet. Maar daar moeten we echt wel naar gaan kijken. Want dit speelt niet alleen hier, maar op veel meer plekken in de stad. Nou, daar is niemand achter de tafel tegen, denk ik, hè? Nee. En de verkoopregingen, zodat je op je mond houden. Kijk, er kwam ook al naar voren dat de gemeente soms nog heel erg verkokerd werkt. Dat de ene afdeling niet weet wat de andere doet. Volgens mij zit daar ook nog een hele hoop winst te halen. En dan zorgen we samen voor een groene Zeeheldenbuurt. Chris, zijn er nog vragen? Dan heb ik het de middag begonnen. Ik dacht, dan sluit ik ook de middag. Nee. Ik ga gisteren wat vier. Nou, we hebben wel trouwens 4 raadsleden in de buurt wonen. Pascal, ikzelf en Jeroen en Lodi. Dat is dan wel een luxe voor de hele buurt. Ik hoop dat u een beetje goed antwoorden hebt gekregen. Leuk. Ik vond het een goede middag wel. En ik wou natuurlijk de raadsleden bedanken. En de wethouder. 4 jaar geleden hadden we 4 wethouders, nu maar 2, Paul Dirks is er ook. En ik wou ook Chris de Waard bedanken. En ik wou de organisatie bedanken. En u kunt een drankje halen aan de bar. En u kunt eventueel nog vragen stellen als u dat wilt.